gesprek Wonen en Zorg voor Ouderen. Een rondetafelgesprek voor de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom aan de sprekers, maar ook uiteraard aan de verschillende commissieleden. We hebben drie blokken voorbereid, waarbij het eerste blok is aanpassing bestaande woningen en stimuleren bewustwording. Het tweede blok is gemeentelijke woonzorgvisies en implementatie. Dan hebben we een korte pauze. En dan gaan we door naar het derde blok, belemmeringen en oplossingen voor realiseren passende woonzorgvoorzieningen. In het eerste blok hebben we een viertal sprekers die reeds aan tafel zitten, waarbij mevrouw Sipkens de heer Kerstens vervangt. Daarnaast hebben we Ellen Maat, Tamara Pietersen en Julie Meerveld. Ik wil jullie allen de gelegenheid geven om uzelf voor te stellen. En u heeft 2 à 3 minuten om uw verhaal te vertellen. En daarna is het aan de leden. Zullen we even bezien hoe lang alles duurt om te kijken hoeveel vragen er zijn. Maar ik denk dat we daar helemaal uitkomen. Mevrouw Sipkens, mag ik u als eerste het woord geven? Ik zal nog een technische mededeling doen. Het is heel handig als u dat hoort, want dan horen mensen thuis u ook. En dan moet ik indrukken? Ja, ja. En als u klaar bent, dan ook weer uitzetten, want de camera's volgen u ook. Heel goed. Dankjewel, fijn dat we hier mogen zijn. Mijn naam is Anneke Sipkens, ik ben directeur-bestuurder AMBO. Maar ik zit hier namens de Seniorencoalitie en wij hebben ons verenigd als ouderorganisaties. Dat betekent KBO-PCOB, de koepel van gepensioneerden, NOOM voor de oudermigranten en AMBO. En we zijn des te blijer dat we hier zijn, omdat het heel belangrijk is dat oudere senioren betrokken zijn bij deze vraagstelling. En heel vaak worden die niet betrokken. We hebben een position paper geschreven, die hebben jullie ontvangen. En er zijn 3 belangrijke punten die ik heel graag wil toelichten. Het eerste is passende woningen in goede wijken. Het is essentieel voor ouderen om zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam te blijven. En dat is wat we allemaal willen. Het tweede is dat we het heel belangrijk vinden dat de behoeften en wensen van de hele grote groep ouderen, die heel divers is, heel goed in kaart hebben. En dat we die centraal stellen en dat we mensen ook laten meedenken. En het derde is dat wij vinden dat na alle rapporten, want er zijn er ongelooflijk veel geschreven en worden er nog geschreven, het tijd is om te concretiseren en te faciliteren en dat er een rol is voor het Rijk. Heel kort, passende woningen. Zoals gezegd, heel belangrijk om lang en vitaal te blijven, dat je passende woningen in goede wijken hebt. We zien dat een heleboel gemeenten nog geen concrete doelstellingen daarop hebben. We weten dat er tools beschikbaar zijn, zoals de Actis-tool die samen is gemaakt met AMBO, om heel goed te kijken hoeveel ouderen zitten er nu, hoeveel ouderen komen eraan en op basis daarvan passende maatregelen te nemen. En wij pleiten ook om echt naar concrete doelstellingen te gaan. En dat we heel breed kijken, want het is niet alleen nieuwbouw, er is ook verbouw, maar het zijn ook kangeroewoningen, het zijn mogelijkheden om samen te wonen. Dus het is niet alleen de focus op nieuwbouw. Het tweede, wat passend is, kan natuurlijk ontzettend verschillen per gemeente. En wat wij zeggen is dat het heel belangrijk is, dat omdat de woningnood ook zo hoog is, dat senioren mee gaan denken. En daarom is het ook belangrijk dat dit onderwerp, hoe kunnen we bewustwording creëren. Dat ouderen ook gaan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. We weten allemaal dat als ouderen gaan verhuizen, dat 4 tot 6 bewegingen in de woningmarkten met zich mee gaat brengen. Dus we kunnen een rol spelen in het oplossen van de woningnood, maar dan moeten er wel echt goede passende woningen voor ouderen zijn. En overigens zijn ook woningen die voor ouderen geschikt maken ook best geschikt voor jonge gezinnen. Dus als je een nuldrempelwoning maakt, kan dat ook heel handig zijn voor een jong gezin. Dus het hoeft niet zo te betekenen dat een ouderwoning per definitie alleen nog maar geschikt is, ook later, voor ouderen. Het derde, de tijd voor de jaartallen en de aantallen. Kunnen we alstublieft concreet gaan worden? Kunnen we doelstellingen gaan stellen? Kunnen alle gemeenten concrete doelstellingen gaan stellen? Want de nood is gewoon heel erg hoog. Dat weten we allemaal. En de rol van de Rijk, en waarom deze discussie ook zo belangrijk is, dus om enerzijds de regie te nemen, te concretiseren, maar ook echt om te faciliteren. Want er liggen nog heel veel belemmeringen, allemaal in het rapport beschreven, die opgelost kunnen worden. Dat was het. Hartelijk dank. Dan ga ik graag naar de volgende. Maar ik zie dat mevrouw Tamara Pietersen dat is. Want op deze volgorde houden we dan even aan in plaats van uw volgorde op uw lijst. Aan u het woord. Ja. Ook hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vanmiddag een toelichting te geven. Mijn naam is Tamara Pietersen, ik ben bestuurder van Zorgbalans, ouderenzorgorganisatie.
Maar ik ben vandaag aanwezig als lid van de commissie Toekomstzorg voor Thuiswonende Ouderen. En realiseerde me dat alweer bijna 2 jaar geleden hebben wij dit rapport uitgebracht. Het oud en zelfstandig in 2030. En toen hadden we de opdracht van hoe houden we de zorg voor ouderen thuis houdbaar. En als commissie hebben we destijds 3 aanbevelingen gegeven. Waarvan de eerste was ga bouwen, ga verbouwen. Tweede was ga digitaal. En de derde was werk samen. En uiteindelijk hebben we in het aangepaste reisadvies nog 1 advies toegevoegd. En dat ging over leer van de coronacrisis. Want naast veel verdriet en leed heeft dat ook heel veel mooie leerervaringen opgeleverd. Vandaag, we hebben dat destijds vertaald in 40 aanbevelingen. En eigenlijk zijn die nog heel erg actueel. Dus ik zou ook graag het hele rapport, jullie hebben de samenvatting, u heeft de samenvatting gekregen, maar ook het rapport graag weer onder de aandacht willen brengen. En de doelstelling van vandaag is eigenlijk inzicht krijgen in de vraag voor het verbouwen en het nieuwbouwen van woningen, maar vooral ook het stimuleren van bewustzijn en bewustwordingsprocessen en de rol van het Rijk. En ik denk als wij naar dit rapport kijken van de toekomstzorg voor thuiswonende ouderen, zijn die aanbevelingen eigenlijk onderverdeeld in verschillende groepen. En dat ging over zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, het samenspel tussen zorg, wonen en welzijn en over zorgen, wetten en rollen. En wat denk ik heel belangrijk is, om bij die eerste te beginnen, zorg voor jezelf gaat eigenlijk tijdig nadenken over hoe wil ik zelf ouder wonen? Waar wil ik dan wonen? En wat betekent dat voor mijn woning ten aanzien van het aanpassen? Maar ook wat kan ik daarin in het sociaal netwerk vinden? Welk netwerk heb ik nodig? En welke andere middelen? En dat is denk ik een belangrijk thema ook voor u om naar te kijken. Omdat veel mensen bij langer thuis denken, oh dan blijf ik in mijn eigen woning. Of de woning waar ik mijn gezin heb gekregen. Maar het gaat ook over passende woningen. Dat sluit goed aan ook bij het verhaal. Er lijkt een gat te zijn ontstaan tussen thuiswonen en het verpleeghuis. En wat zijn nou die tussenvormen en passende woonvormen voor ouderen? Waar mensen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven, maar wel met de ondersteuning vanuit het netwerk, ook vanuit professionals, maar vooral ook met digitale ondersteuning. En dat is denk ik heel erg belangrijk om de bewustwording, die tijdigheid te benadrukken, maar vooral te kijken naar wat kan er met de juiste ondersteuning, welke aanpassingen zijn er nodig en welke verschillende vormen van wonen zijn er, zodat mensen ook kunnen kiezen wat het best bij hun past, om zo zelf als lang als mogelijk zelfredzaam te blijven. Dus dat als eerste introductie nog op ons eerder verschenen rapport. En de hoofdlijn is eigenlijk 3 dingen. Ga bouwen en verbouwen, ga digitaal en werk goed samen. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Dan ga ik nu naar mevrouw Maat van de zorgorganisatie Florence. Ja, dank u wel. Eigenlijk geheel naadloos hierop aanvullend zou ook mijn pleidooi zijn om uit te gaan van een integrale benadering. Passende woningen, dat is 1 ding, maar daar moeten aanvullend ook condities gecreëerd worden om de schaarste aan zorg, de zorgkloof waar op dit moment sprake van is, verder aan te passen, zodat op het moment dat er ook een zorgvraag is, deze ook geleverd kan worden in de toekomst. In de eerste plaats gaat het over de zorg thuis. De schaarste zorg die er is, moeten we optimaal kunnen inzetten. En dat zal ook betekenen dat we een debat moeten voeren over grenzen aan de keuzevrijheid. Ik neem maar even de situatie in Den Haag, hier in de omgeving. We hebben hier in deze stad 90 thuiszorgpartijen gecontracteerd. 37% van de geleverde thuiszorg is hier ongecontracteerde zorg. En dat betekent dat er in 1 wijk 190 verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig zijn die zorg kunnen leveren. Nou, u kunt zich voorstellen dat dit is het beeld van 4 thuiszorgorganisaties voor 1 flat. En in de enorme krapte die er is, is dat absoluut niet een situatie waarin we de toekomst mee aan kunnen. Ook is het denk ik van belang om de verwachtingen te wekken als het gaat om de zorg thuis. Dus als je een passende woning hebt en er is een zorg- of ondersteuningsbehoefte, dan zit ook daar op een gegeven moment wat ons betreft wel een grens aan. Dus op het moment dat iemand 3 à 4 zorgmomenten per dag vanuit de thuiszorg nodig heeft, ja, dan vraagt dat om nog veel meer personeel dan nu. En we zullen met elkaar het debat aan moeten om te kijken van wat kan nog wel en wat kan nog niet. Omdat op een gegeven moment anders sommige mensen helemaal buiten de boot zullen vallen. En dat zullen waarschijnlijk de mensen zijn die het minst vermogend zijn. Dan
Is het zo dat ik een belangrijk pleidooi wil doen om de wijkverpleegkundige een veel stevigere rol ook te geven als het gaat om de zorgtoewijzing, maar ook als het gaat om de woningtoewijzing? De wijkverpleegkundige is heel goed in staat om zelf te bepalen wat er voor een bepaalde cliënt met een zorgbehoefte nodig is. Breng hem of haar goed in positie en benut de wijkverpleegkundige in plaats van allerlei bureaucratische indicatiestellingsorganisaties en administratieve last. Dan als een belangrijk pleidooi als het gaat om het realiseren van precies wat mevrouw Pietersen zegt, ook de zorg thuis. Iets tussen de zorg thuis en het verpleeghuis. Dan gaat het over het realiseren van de nieuwe woonzorgvormen. Daarbij is het ook van belang dat gerealiseerd wordt dat er sprake moet zijn van een optimale situatie om ook weer dat schaarse personeel zo optimaal in te kunnen gaan zetten. Dus krapte bepaalt vorm. En daar moeten we rekening mee houden bij het realiseren van geclusterd woningaanbod. Dat moet van enige schaal zijn en bij voorkeur ook in de buurt van een verpleeghuis als satelliet, zodat op het moment dat er zorg nodig is, die zorg ook geleverd kan worden. Dan ook nog een belangrijk pleidooi. Ja, uiteraard het realiseren van meer passend woningaanbod voor ouderen, zodat opname in een verpleeghuis uitgesteld kan worden. Maar ik wil ook hier nog eens een keer duidelijk het beroep doen op de behoefte aan het realiseren van meer verpleeghuisplekken. Er zijn, en dat is ook vorig jaar afgesproken in het bestuurlijk akkoord, tussen VWS, Binnenlandse Zaken, EDES en Actis en de VGN. Er zijn gewoon 50.000 extra verpleeghuisplaatsen nodig tot en met 2030. En ook dat moet gewoon gerealiseerd worden. Het kan niet alleen maar thuis opgelost worden. Dan tenslotte, antemeer het maatschappelijke debat over wat nog kan in de toekomst met die schaarste aan zorg. Er zal opnieuw gekeken moeten worden naar het herijken van de relatie tussen de beroepsgroepen, mantelzorgers en vrijwilligers. Dus er zal opnieuw gekeken moeten worden van ja, de verhouding moet opnieuw. Mensen zullen meer zelf moeten gaan doen. En we zullen veel meer ook de mantelzorgers in de thuissituatie moeten ondersteunen om te zorgen dat hun naasten beter ook in de thuissituatie langer kunnen gaan verblijven. Daar zijn mooie voorbeelden van, ook in Amsterdam, de Social Trial Dementie, waarbij door juist in te zetten op het eigen netwerk, op de mantelzorgers, professionele zorg uitgesteld kan worden. Laat ik het daarbij houden. Advanced Care Planning. Tenslotte dan nog. Tijdig moet er nagedacht worden over de volgende stappen. En beleidsmatig kunnen we dat met z'n allen heel mooi beredeneren. Ja, daar moet je vroegtijdig over nadenken. Maar ik denk dat iedereen die het in zijn persoonlijke omgeving heeft meegemaakt, weet hoe moeilijk het is om dat pijnlijke gesprek aan te gaan. Om te zeggen, ja, vader, moeder, het is nu tijd om naar het verpleeghuis te gaan. Of het is nu tijd om thuiszorg in te zetten. Dat is een ontzettend pijnlijk debat. Dus daarvoor geldt ook dat we een maatschappelijk debat aan moeten gaan. Want ja, maak het pijnlijke bespreekbaar. Want op dit moment leidt het tot een enorme toename van crisisopnames. Alleen al in de regio Haaglanden hebben we afgelopen jaar met elkaar met de verpleeghuizen 800 crisisopnames gedaan. Nou, dat is onrust voor de familie, dat is onrust voor de cliënt en het is onrust voor de zorg. Dus we zullen dat met z'n allen meer aan moeten gaan. Dank u wel. Hartelijk dank. En dan nu het woord aan mevrouw Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Julie, dankjewel voor het woord. En misschien is die discussie helemaal niet zo pijnlijk, wou ik zeggen. Ik ben Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Om ons pleidooi voor dementievriendelijke woningen te illustreren, wil ik u meenemen in het leven van Lucie. Lucie heeft dementie. Ze is 62 en woont in Utrecht samen met haar zoon van 17. Bij mij om de hoek. Ze heeft hier jarenlang met veel plezier gewoond. Toch is ze ongerust, want haar contacten in de wijk nemen af. Laatst was het personeel van de supermarkt boos op haar, omdat ze niet meer wist wat ze wilde kopen. Haar zoon is mantelzorger, maar hij wil ook gaan studeren in een andere stad. En haar huis is eigenlijk niet geschikt om te blijven wonen. De trap is te stijl en ze wordt minder mobiel door de dementie. Lucie realiseert zich heel goed dat haar ziekte progressief is en dat de tijd dringt. Ze wil graag verhuizen, maar ze voelt zich te goed voor het verpleeghuis. En dat is ook zo.
maar ze ziet geen alternatief. Nou zou je kunnen denken, Lucie's verhaal, dat staat op zich, maar dat is niet zo. Want we hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar wensen van mensen met dementie en mantelzorgers met betrekking tot wonen. En 75% van de mantelzorgers herkent het feit dat ze niet op een geschikte plek wonen. En de helft wil best wel verhuizen, maar ziet geen alternatief. En zorgprofessionals bevestigen dat de woning waar mantelzorgers en mensen met dementie wonen niet thuis niet zo geschikt zijn. Nou ja, wat is dan een passende woonvorm voor Lucie, voor mensen met dementie? Want ja, Lucie kan niet naar een gewone seniorenwoning, gezien de progressie van de ziekte. Dementievriendelijke woningen ontbreken echter nu in heel veel bouwplannen. En dat is onverstandig, omdat we nu 290.000 mensen met dementie hebben. En dat aantal neemt fors toe. En over een jaar of 20 zitten we met 1 miljoen mensen die zelf dementie hebben of leven met een naaste met dementie. Nou, daar kunnen we ons alleen op voorbereiden met dementievriendelijke woningen. En dat is ook precies ons pleidooi. We hebben dat onderzoek gedaan en de wensen in kaart gebracht voor woningen, overzichtelijke gelijkvloerswoningen, geschikt voor mensen met dementie alleen of met een partner, met een gemeenschappelijke ontmoetingsplek dichtbij, en waar er ook begeleiding is voor sociale en fysieke activiteiten, waar je eigen baas bent in een dementievriendelijke buurt en waar, als je dat nodig hebt, meteen snel zorg komt. Meer of minder dementiezorg. Kortom, met dit soort dementievriendelijke woningen kan het verpleeghuis, de verhuizing, worden uitgesteld dan wel afgesteld. En kunnen we ons als samenleving wel degelijk voorbereiden op een toekomst waarin er minder professionals zijn en waardoor we minder zorg, meer zorgarme jaren hebben. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie bovendien onderdeel blijven van de maatschappij en zo lang mogelijk meedoen. En dat is precies wat ze willen. Net als Lucie. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dan ga ik over naar de commissieleden. We beginnen met 2 vragen. Dat wordt al krap, denk ik, maar we gaan kijken of we dat redden. De heer Boulakjaer van D66. Kunt u uw microfoon nog uitzetten, mevrouw Biervat? Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de deelnemers voor hun bijdrage en prachtig verhaal van Lucie. Ik heb 2 vragen mogen we stellen. Ja. Allereerst vraag aan mevrouw Sipkens. Zij heeft gesproken over doorstroming. Heel belangrijk om die woningmarkt op gang te brengen. Vraag aan haar is, kent zij nou voorbeelden in Nederland van, voorbeelden van doorstroming waar het gewoon fantastisch gaat, die wij zo 1-op-1 zouden kunnen overnemen? En een vraag aan mevrouw Pieters, als ik meteen mag. Zij had het over mooie leerervaring vanuit coronatijd. Misschien dat ze daar nog een toelichting op kan geven. Ik haal eerst even een rondje vragen op, als u het goed vindt. Dus als u de vragen mee wil schrijven. Excuus. Maar anders redden we het denk ik niet qua tijd. Mevrouw Werner, CDA. Ja, dank voorzitter. En uiteraard ook dank voor jullie geweldige bijdrage om hier inzicht in te krijgen. Ja, waar ik mij ontzettend zorgen over maak, is toch die dubbele vergrijzing die eraan zit te komen. In 2040 hebben we, ik geloof, een kleine 4,7 miljoen 65-plussers in ons land. Ik denk dat ik het aan mevrouw Sipkens ga vragen, omdat ze het net ook even aanstipte. Hoe gaan wij met deze massa om als we kijken naar 2040 en ook als we kijken naar hoe gaan we deze enorme grote groep mensen onderdak bieden, omdat het eigenlijk alleen maar uitsluitend toeneemt. En ik heb ook nog een vraag aan mevrouw Pietersen. En dat gaat over een awarenesscampagne of bewustwordingscampagne. Dat zo ontzettend belangrijk is om eerder dat gesprek ook thuis te hebben. Hè? Van pap, mam, hoe wil je nou later wonen? Hoe stelt u zich deze campagne voor? Welke elementen moet de campagne bevatten om het te doen slagen? Hartelijk dank, mevrouw De Haan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een vraag aan mevrouw Sipkens van de Seniorencoalitie. U spreekt in uw position paper over het feit dat er landelijke regie moet komen met doorzettingsmacht en een landelijk programma. Nou, gelukkig, we hebben een minister van Volkshuisvesting. Er komt ook een landelijk programma, of dat is er. En mijn vraag was eigenlijk, in die nationale woon- en bouwagenda, die zult u ongetwijfeld gelezen hebben, wat zijn nou, zeg maar, de 5 concrete zaken die u daarin mist als het gaat over wonen en zorg voor ouderen? En mijn tweede vraag, ik heb er heel veel, dus ik hoop dat dat ook allemaal aan de orde kan komen, die is voor mevrouw Maat van Florence. U heeft het in uw position paper over
innovatie en technologie. En dat is ontzettend belangrijk, want ik denk dat we daar ook een heleboel problemen mee zouden kunnen ondervangen. Maar u zegt zelf ook al wel, het is heel lastig met betrekking tot integratie, maar ook met betrekking tot het feit dat personeel met die innovatie en die technologie moet willen en kunnen werken. En dan heb je niet alleen maar moet willen en kunnen werken, maar heb je ook een hoog verloop. En wat is er nou eigenlijk voor nodig om ervoor te zorgen dat die dat binnen zeg maar, de sector met die innovatie en technologie ook echt aan de gang gegaan wordt en dat het goed geïntegreerd kan worden, maar ook goed geborgd kan worden? Dank u. De heer De Groot van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de introductieverhalen. En hetgene wat mij eigenlijk direct het meeste aansprak, dat ging over het gat dat eigenlijk vrij valt tussen de gezinswoning en het, zeg maar, het verzorgingshuis of het verzorgingshuis. Van hoe gaan we dat inrichten? Nou, jullie hebben allemaal, of een aantal van jullie hebben in ieder geval gesproken over misschien de transformatie van de woning zelf, maar ook het nieuwbouwen en dat we daar ook doelen voor nodig hebben. En daar gaan mijn twee vragen ook over. Die doelen, de gemeente moet die doelen dan, volgens mij had mevrouw Pieters het daar ook over. De gemeente moet die doelen gaan formuleren. Maar het is toch juist de oudere die een behoefte heeft om te wonen, vaak in de eigen leefomgeving waar de woning nu staat. En de behoefte aan zorg. Dus zou de gemeente dan daar niet al een facilitator in moeten zijn? Alleen, om tot die doelen te komen. En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot jullie beeld bij echt de bereidheid van de ouderen om dan de ouderlijke woning te verlaten? En misschien naar een andere woonomgeving in de wijk zelf te gaan? Of misschien wel buiten de wijk? Want dan gaan we denk ik het probleem echt oplossen als we die doelen helder krijgen en daarop gaan sturen. Dus ik was echt wel benieuwd naar hoe kunnen we die praktische invulling beetpakken. En ik denk dat we dat als Kamer ook nodig hebben om de minister, collega refereerde het al aan, er komt nog een programma, om dat ook ervoor te zorgen dat we dat daar ook goed in krijgen. Dus daar waren mijn twee vragen. Dank u, meneer De Groot. Meneer Nijboer van Partij van Arbeid. Hartelijk dank. Hartelijk dank ook voor uw inleiding en position papers. Ik heb eigenlijk twee vragen aan mevrouw Sipkens. Want eigenlijk iedereen wil integrale visies en eigenlijk meer aandacht voor de ouderen en kwetsbare ouderen bij gemeenten. Maar ik vind het altijd een beetje vaag zelf als woordvoerder financiën. Dus ik heb één vraag over de financiën. Er staat... Er moet eigenlijk, u pleit ervoor dat de compensatie komt voor als er gronden beschikbaar worden voor gemeenten. En de vraag is eigenlijk, welk budget heeft u nodig? Wat mist u vanuit het Rijk? En de tweede vraag gaat meer over de wet en regelgeving. Toewijzingsregels zullen opnieuw bekeken moeten worden. En het zou mij erg helpen als u ook aangeeft, of anderen ook hoor, maar als u aangeeft van, nou ja, dit willen we in de wet gewijzigd zien. Ja, dan kunnen wij ook actie ondernemen, want als wij met z'n allen... Zeker de mensen die hier de moeite hebben genomen om te komen, de collega's, kijken van ja, we moeten meer er aandacht voor hebben. Dan blijft het vaak wat algemeen, maar dan wordt er niet alles bereikt wat u wil. Dus ik zou graag daar, hoe meer voorbeelden we daarvan hebben, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Nijboer. Mevrouw Sipkens, aangezien u, geloof ik, volgens nog de meeste vragen heeft, mag ik bij u beginnen? Aan u het woord. Ja, dank jullie wel en dank ook voor alle vragen. Het is superbelangrijk om met elkaar over deze vragen in discussie te gaan. Wij zullen ook niet alle antwoorden hebben, maar wel richtingen van antwoorden. De eerste vraag was over doorstromingsvoorbeelden die ik kreeg. Nou, kijk, en ik denk dat een van onze grootste problemen is dat er overal in Nederland zijn prachtige initiatieven, voorbeelden, de Knarrenhoven, et cetera, waar op een hele mooie manier een doorstroommogelijkheden voor ouderen zijn. Maar ze zijn allemaal incidenteel. Het is case by case. En er is nog niet iets wat echt geschaald wordt. Een van de voorbeelden die ik zelf heel interessant vind is wat er in Austerlitz is gebeurd. Austerlitz, een klein plaatsje in de bossen bij Zeist. En daar hebben ze gekeken naar hoeveel ouderen hebben we nu, hoeveel zijn er in de toekomst. Ze weten dat de mensen die in Auschwitz wonen eigenlijk heel graag daar blijven willen wonen en ouder willen worden. En ze hebben daar met elkaar, dus ook met alle bewoners, hebben ze een heel plan ontwikkeld om een gezamenlijke woonvormen te maken. Waar nu de eerste bewoners intrekken. Het is een heel lang proces geweest, maar de gemeente heeft daar volledig gefaciliteerd. Samen met woningcorporaties, samen met een zorgaanbieder. En er is in die woonvorm zijn ook verschillende mogelijkheden. Dus dan heb je mensen die mogelijk Alzheimer hebben, maar ook mensen die nog relatief vitaal zijn.
Die wonen dus met elkaar daarin samen. En zij hebben het idee dat ze daarmee ook, zeg maar voor de komende 10, 20 jaar, ik weet niet hoe lang, maar dat zij vooruit kunnen. En dat zij dus op die manier borgen dat mensen in hun dorp kunnen blijven wonen, in hun wijk blijven wonen, toch nog actief kunnen blijven. Want ze hebben ook een gemeenschappelijke ruimte en al die dingen. Ja, en dan denk ik, dat is hartstikke leuk. En in hoeveel andere dorpen in Nederland zouden we dit ook kunnen doen? Dus ze worden heel vaak aangehaald, ook als voorbeeld, gaan al mensen kijken. Ja, en ik denk dat wij eigenlijk, nou ja, kijk, er is een rol voor het Rijk om te zorgen dat alle gemeenten gestimuleerd worden om echt woon-leefvisies of woon-zorgvisies te ontwikkelen. Nou, dat staat ook in het rapport, hè. Maar ik denk dat dat super belangrijk is om daarmee te beginnen. Want je kan als Rijk zeggen van nou, hè, hoog over, er moeten zoveel woningen bij. En zoveel zou er voor ouderen moeten komen in verschillende woonvormen. En met Alzheimerwoningen, et cetera. Maar het Rijk kan natuurlijk nooit bepalen wat er in Amsterdam nodig is. Of wat er in Zeist nodig is. Dus je hebt de gemeentes nodig. Ja, en ik denk dat als je kijkt naar het onderzoek, hè, dan zeggen ze wel, ouderen zijn honkvast. Hè, die blijven graag in hun eigen woning. Maar er zit ook heel veel onbekendheid. Onbekendheid met nieuwe vormen van wonen. Onbekendheid met nieuwe wijken. En uiteindelijk willen mensen, zeker als ze ouder worden, best graag verhuizen naar kleiner. Als dat niet duurder is, hè, want dat is een groot probleem nu, dat ze vaak dan vanuit hun koopwoning naar een huurwoning gaan die heel veel meer maandlasten met zich meebrengt. Nou, kunnen ze dat betalen? Ja, dan nee. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je dus het perspectief hebt dat je wel ergens in de buurt waar je woont, hè, dat je daar kan blijven wonen. Dus ja, dus ik zie jou naar. Helder, ja, ik zie een vraag van mevrouw Den Haan dus wellicht. Ja, misschien één vraag daar, om daar inhoudelijk even op in te gaan. Hè. Er is inderdaad een motie aangenomen dat er woon-leefvisies moeten komen. Ja. Er zijn al woonvisies. Ja. Dus dat is natuurlijk heel mooi, want die gaan breder dan woonzorgvisies. Daarom viel het me ook wel op dat u wel woonzorgvisies in uw position paper noemt. Want dat stigmatiseert toch een beetje. Ja, klopt. Nou weet ik dat AMBO een hele lijst heeft met hele goede voorbeelden. Ja. U noemt nu een voorbeeld uit uw persoonlijke omgeving waarschijnlijk. Maar wat zijn nu toch zeg maar de top 3 voorbeelden waarvan u zegt, daar zou eigenlijk elke gemeente een voorbeeld aan moeten nemen. En niet als het alleen maar gaat om doorstroom, hè, want dat is belangrijk, maar ook om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld, of niet, laat ik het anders formuleren, om ervoor te zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven. En dan hoeft dat niet per se achter hun eigen voordeur te zijn. Mevrouw Sierkens. Ja, je hebt het over die woon-leefvisies. Hè? Woonzorgen, woon-leefvisie. Maar het belangrijkste is dat je als gemeente gewoon heel goed gaat kijken van wie hebben wij nu, hè, wie wonen er allemaal in mijn gemeente en hoe gaat de toekomst eruit zien, hè, over 20 jaar. En dat je van daaruit gaat terugkijken van wat betekent dat dan nu voor onze woningen. En je moet gewoon heel breed gaan kijken. Ik bedoel, je kan kijken van wat is de behoefte aan mantelzorgers, moeten mantelzorgers mogelijkheden gaan krijgen om in huizen van mensen waar ze zorg bieden te wonen. En wat betekent dat dan? He, kunnen ze dat dan? Of worden ze dan opeens geconfronteerd met de kostendelersnorm en dat soort nadelen? Je moet ook kijken of er mogelijkheden zijn dat er woningen, kleine mantelzorgwoningen in tuinen van mensen kunnen neergezet worden. Er zijn gemeentes die daar heel makkelijk faciliteren. Er zijn gemeenten die dat niet doen. Je kan kijken om woningen te splitsen. Ook daar zijn natuurlijk goede voorbeelden van. Maar ook gemeenten die zeggen, nou, dat willen we niet doen, want we zijn bang, hè, voor pandjesbazen, dat ze dan misbruik gaan maken. Dus er zijn gewoon... Ik ga even onderbreken, want ik zie mevrouw Den Haan wel iets meer richting aanbrengen, geloof ik, in haar vraag. Ja, want ik snap heel goed die woon-leefvisies, want daar heb ik al heel lang ervaring mee. Maar, en dat moet ook inderdaad. Maar toch nog even heel concreet, die top 3. Wat zijn de top 3 voorbeelden van zaken waardoor die doorstroom eerder op gang komt en waardoor ook zeg maar mensen langer de eigen regie zouden kunnen blijven houden?
Ja, nou, zoals gezegd, ik denk dat de vorm à la Knarrenhoven een hele belangrijke is. Hè. Dat zijn woongemeenschappen waar verschillende mensen met verschillende achtergronden kunnen wonen en waar ze ook een gemeenschappelijke ruimte hebben. Dat zijn het voorbeeld à la Austerlitz, waar ze echt op een gemeentelijk niveau de handen ineens slaan en zorgen dat er gezamenlijk gebouwd wordt. En ik denk dat er verder ook heel veel andere voorbeelden zijn. Wat ik net zei van mantelzorgwoningen in de tuin, of dat mantelzorgers in huis kunnen wonen, et cetera. Ik kijk even naar de andere gasten die wij hebben. Heeft u misschien suggesties? Want dat helpt. Ik heb wel suggesties, hoor. En ik kijk natuurlijk allereerst naar mensen met dementie en hun families. Maar in de voorbeelden die ik in mijn hoofd heb, wonen ook andere ouderen zonder zorgvragen of met andere zorgvragen. En een prachtig voorbeeld, ik dacht eerst hij stond op de sprekerslijst, maar ik zie hem nou niet meer staan. Een prachtig voorbeeld ligt in Middelburg bijvoorbeeld, Hof Klarenbeek. Een wijk met een geclusterde aantal woningen, met een ontmoetingsruimte, met mensen die de ontmoeting stimuleren en activiteiten en fysieke en sociale activiteiten organiseren. Een zorgteam wat er zit, en dat komt alleen als je ze roept. En dat kan ook op een manier als je in de stress bent of dementie hebt. Dus een prachtig voorbeeld, Hof Klarenbeek. En een ander voorbeeld, bijvoorbeeld, dan moet ik even spieken hoor. Zonnetuin Aalen-Riksel, dat is ook zo'n voorbeeld. En mooi aan deze voorbeeld is ook dat er wordt samengewerkt tussen gemeenten, tussen welzijnsorganisaties en zelfs vrijwilligers van ons voor die dementievriendelijke samenleving, maar ook zorgteams van de plaatselijke thuiszorgorganisatie. En de mix van mensen met en zonder zorgvraag, dat is wat het hem doet dan. Nou, ik voel een werkbezoek aankomen, nog, ja. Voorzitter. Wat zegt u? Ik voel een werkbezoek aankomen. Ja, ik wou net zeggen. Qua strategische, denk ik ook dat het een mooie is. Mevrouw Pieters heeft ook een aanvulling hierop. Nou, even eentje in andere woorden, want dit zijn allemaal gebouwen in initiatieven. Ik zie bijvoorbeeld in de regio Kennemerland, daar zijn afspraken gemaakt tussen de woningcorporaties, dat als mensen doorstromen van een grotere of een eensgezinswoning naar een kleinere woning, dat ze dan niet te maken krijgen met een huurverhoging. Dus ook op die manier, zeg maar, die doorstroom wordt gestimuleerd of in ieder geval wordt gefaciliteerd. Dus dat is wel even een doorstroommaatregel van een andere vorm. Ja. Maar misschien is het een idee dat wij een lijst geven, want we hebben echt heel veel voorbeelden. En dat jullie dan kijken van, goh, is het interessant om erheen te gaan of niet? Want we hebben echt hele overzichten van nieuwe woonvormen, waar mensen voor elkaar zorgen, et cetera. In allerlei soorten. En dat is eigenlijk wel de boodschap. Er is niet één weg naar Rome. En heel helder. Ik denk dat de voorbereidingsgroep die graag ontvangt. En dan kunnen we kijken naar... Ja. U heeft nog meer vragen gekregen, geloof ik. Ja. Ik kijk ook nog naar de tijd. We hebben 10 minuten nog. Ja. De heer De Groot. Nou ja, om misschien even bij Middelburg te blijven, want daar ging mijn vraag over. Hè. Dus hoe is het gebouw er gekomen? Dus we hadden het over de gemeente moet doelen formuleren. Om ervoor te zorgen dat deze mooie voorbeelden er komen. Want daar ging mijn vraag eigenlijk over. Nou, misschien dat u daar ook iets meer over kunt zeggen. Dat is gelijk mijn vraag beantwoord. Vanuit mijn perspectief is de doelen die de gemeente moet formuleren zijn natuurlijk helemaal zitten vast aan de ontwikkeling van het aantal mensen met dementie in een gemeente. En als gemeenten dat doen, dan schrikken ze vaak ook wel van de aantallen. Aantallen die je dan ook met dementievriendelijke woningen kan helpen. Die doelen, die zouden dan gezamenlijke doelen moeten worden, zoveel woningen, voor de gemeente, voor de welzijnsorganisatie, voor de zorgorganisatie en de woningcoöperaties. En gezamenlijke resultaatafspraken, daar gaat het om. En die missen nu. En dementie mist überhaupt. Wel als voorbeeld, maar niet als doel om aan te werken. Heel helder. De heer De Groot, is dat voldoende zo? Voordat ik weer terug ga naar mevrouw Sipkens, is inmiddels de heer Grinwis aangesloten van de ChristenUnie. Hij heeft alleen helaas geen vragen meer nu om te stellen, maar hij luistert vast mee naar de antwoorden. Ja. Mevrouw Sipkens. Er was een vraag over hoe gaan we met de dubbele vergrijzing om, de massa's. Ik moet altijd wel zeggen, het klinkt altijd heel, heel beangstigend. Hè? Dubbele vergrijzing, we gaan dadelijk naar van 3,5 naar 5 miljoen ouderen in 2040. Maar een goede nieuws is wel dat heel veel ouderen langer vitaal blijven. Dus wat nu 75 is, is eigenlijk 65. Dus dat is goed nieuws. Dus we hebben hele grote groepen ouderen die langer vitaal zijn en die ook
op allerlei manieren een bijdrage kunnen gaan leveren. En ik denk dat dat wel is. Hè. Jullie hadden het ook over tekort aan de handen, et cetera. We zullen op de een of andere manier met elkaar een systeem moeten ontwikkelen dat we toch ook met elkaar voor elkaar gaan zorgen. Hoe we dat gaan doen en hoe je dat op een leuke manier gaat doen, dat het geen verplichting wordt. Dat is denk ik wat we met z'n allen moeten bespreken. Daar zou je inderdaad een maatschappelijk debat over moeten aangaan. Van wat betekent het als je toch een langere rol krijgt als mantelzorger, of als je als vrijwilliger met oudere mensen gaat werken. En als je kijkt naar de woonopgave, denk ik dat het... er zijn gewoon heel veel manieren om woningen aan te passen, om woningen goed aan te passen. We weten dat, 80% van de woningen geschikt is om aan te passen, maar dat nog niet gebeurd is. Hè. Dus er zijn ook wel heel veel mogelijkheden om woningen op een simpele manier aan te passen, zodat je daar langer kan blijven wonen. Maar we weten ook dat er heel veel capaciteit in huidige woningen zit. Er is heel veel vierkante meters wat onbenut is. We hebben veel meer alleenstaande woningen en de meeste mensen die wonen toch in huizen waar meerdere mensen kunnen wonen. Wat doen we met woningsplitsen en hoe maak je dat dan makkelijk, ook met wet en regelgeving? Want dat is nu super moeilijk, super moeilijk. En ik snap wel dat waar ik het over had, dat we bang zijn dat pandjesbazen er misbruik van gaan maken. Maar aan de andere kant, als mensen met eer en geweten gewoon hun grotere woning willen splitsen en iemand daarin willen laten wonen, waarom niet? En hoe kan je dan zorgen dat je dat zodanig regelt dat er geen misbruik gemaakt wordt, maar dat je opeens wel één huis voor twee soorten gezinnen of ouderen beschikbaar maakt? Mevrouw Werner. Ja, ik ben dank in ieder geval voor deze antwoorden, maar ik ben ook een beetje op zoek naar aantallen. Hè. Als we nou kijken naar 2040 en we weten een kleine 5 miljoen ouderen, die hebben we dan in ons land. Kun je bijvoorbeeld een aantal noemen van zoveel woningen komen we dan dus tekort met die vergrijzing die eraan zit te komen? Natuurlijk moeten we allemaal zorgen dat we zo lang mogelijk thuis wonen. Hè. Dat vragen wij van onze ouderen, met mantelzorg en dergelijke. Maar hoeveel woningen komen we nou eigenlijk tekort voor onze ouderen als we kijken naar 2040? Nou ja, kijk, ik denk dat het punt... Ik denk dat alle ouderen nu ook wonen. Ik denk dat we eerder een tekort hebben voor de jongeren en voor gezinnen. Daarom zeggen we ook, er moeten 1 miljoen woningen bij. Alleen waar wij voor pleiten, is dat we heel goed gaan kijken van wat voor soort woningen moeten erbij komen. En hoe kan je dan anticiperen op die vergrijzende bevolking. En dat je dus veel meer woningen beschikbaar maakt voor die ouderen, zodat zij kunnen doorstromen naar die woningen, zodat die weer terecht kunnen voor de jonge gezinnen en mogelijk starters. Dus we hebben nu al een heel groot woningtekort wat opgelost moet worden. Ik ga heel even naar uw... Heeft u een van de vragen nog... Ik ga even over naar een andere spreker. Ik dacht misschien wellicht mevrouw Maat, heeft u een reactie op een van de vragen die is gesteld? En mevrouw Sipkens, zou u microfoon even uit willen doen? Dank u. Ik had een vraag nog over technologie. Hier aanvullend op. Ik denk ook een belangrijk element. Hè. Wat kan je ook doen door technologie in te zetten op dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen? Ik wil daar wel... Ook daar eigenlijk wel de verwachtingen wel wat temperen. Want er zijn grote verwachtingen van de inzet van technologie. Maar als het gaat om het leveren van zorg en ondersteuning, dan is dat toch in hoge mate vaak relationeel en is het de inzet van menskracht. Desalniettemin zien we ook hele mooie technologische toepassingen, zoals leefstijlmonitoring voor mensen met dementie. Waarbij zowel de mantelzorger als in combinatie met professionele zorgverleners door de inzet van intelligente sensoren mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Alleen, ik zie nog niet dat dit op grote schaal op dit moment wordt toegepast. En de grote vraag is hoe dat nou kan. Hè? Enerzijds heeft dat te maken, denk ik, dat er wat weerstand is tegen het inzetten van deze technologie. Durf je daarop te vertrouwen? Volgens mij aan de financiële kant ligt het niet meer. Want je kan daar gewoon ook als zorgorganisatie een financiering voor krijgen om dat te realiseren. Maar wat wel erbij komt, is dat je ook een 7x24 uur infrastructuur nodig hebt. Dat op het moment dat er gealarmeerd wordt, dat je ook uit kan rukken
zoeken en dat je naartoe kan gaan. En dat maakt, dat wordt vaak vergeten, hè? Dus A, je moet 7 keer 24 uur monitoren, maar je moet ook kunnen opvolgen op het moment dat het nodig is. En ook dit is weer van belang, dat je dit geclusterd gaat leveren. Noem het een systeemaanbieder, want dit zijn onrendabele lijnen. He, dit is duur om zo'n infrastructuur neer te zetten. En ook de technologie goed te onderhouden, want die moet het altijd doen. Want anders kan je er niet op, op vertrouwen. Dus ook, ook hierop moet je regie voeren om dit goed neer te zetten. Anders dan, ja, dan gaat het dus niet vliegen. En dat zien we de afgelopen jaren al. Het gaat vooralsnog niet vliegen. Ik kijk nog even naar de verschillende leden. Ik heb ook nog in ieder geval een vraag van de heer Nijboer over de financiën. Maar volgens mij zijn nog niet alle vragen. Mevrouw Den Haan, misschien wellicht kunt u nog uw vraag even herhalen. Ja, ik had aan mevrouw Sipkens gevraagd. De Nationale Woon- en Bouwagenda, die nu net is gekomen van de minister. Wat zijn de 5 concrete zaken die u op het gebied van ouderenhuisvesting mist? En misschien nog even ter informatie, de komende 20 jaar moeten er 250.000 oudere woningen gebouwd worden. Dus dat is echt heel veel. Mevrouw Sipkens. Ja, ik zou graag gewoon met de seniorencoalitie specifiek terug willen komen op die oudere agenda. Ik denk dat we dat met z'n allen even moeten doen. Van wat missen we daar nou in? Maar allerbelangrijkste, en dat sluit ook denk ik aan bij de heer Nijboer, is dat we gewoon veel, ook dat we het integraler ook moeten aanpakken. Te kijken van wat zijn nou de financiële belemmeringen, de wet- en regelgeving die belemmert. Want er zijn financiële belemmeringen voor gemeentes om seniorenwoningen te bouwen. Omdat ze over het algemeen denken of vinden dat ze te weinig rendement maken op seniorenwoningen. Dan bijvoorbeeld in de vrije sector gezinswoningen bouwen. En dat is die discussie over de grond die ze ter beschikking willen stellen en daar eigenlijk niet willen. En dat is ook een belemmering geweest de afgelopen jaren om te bouwen. Dus ik denk dat daar naar gekeken moet worden hoe je gemeente zou kunnen compenseren vanuit het Rijk. Kan er een bouwfonds komen? Kan er een oudere fonds komen? We hebben een heel groot innovatiefonds neergezet. Kan daar eventueel geld van om te innoveren in woningen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval is dat zeg maar een probleem. En het andere zit op die wet- en regelgeving rondom de kostendelersnorm, de AOW. En om te kijken of je dan ook het stimuleren van samen wonen, of dat dan niet tegelijkertijd wordt afgestraft in wet- en regelgeving qua inkomen. In uw eerste zin zei u dat u er graag ook op terugkomt. Ja. Ik neem aan dat dat een aanbod is aan de commissie, ook gegeven de tijd. U mag uw vraag nog, we hebben nog 2 minuten voor deze gasten. Dus ja, nee, dat lijkt me heel fijn, omdat dat wat u aangeeft, ja, dat staat erin. Maar ik denk toch dat het voor ons heel goed is om dat wat er nog mist, om dat in ieder geval mee te krijgen. Ja. Zodat we daar ook op kunnen letten bij het commissiedebat van volgende week. Ja. Met nog een minuut, slechts min eigenlijk 1 op de klok. Ik kijk heel even de leden rond. Is er nog 1 prangende vraag? Ze zijn nog niet helemaal allemaal beantwoord, geloof ik. Misschien als het even heel snel kan. Ik had nog een vraag openstaan, die had ik nog niet mogen stellen. Er staat in de position paper van de seniorencoalities dat heel veel burgerinitiatieven sneuvelen. Dat klopt inderdaad. Even los van de zaken die u net heeft genoemd. Wat zouden nou, zeg maar, wat u betreft de eerste belemmeringen zijn die aangepakt moeten worden? Om ervoor te zorgen dat die burgerinitiatieven qua geclusterde woonzorgvormen wel slagen. Ja, ik denk, als ik zo gesprekken heb gevolgd, ook met verschillende gemeentes, dat de gemeentes het moeten omarmen en zelfs op burgemeesterniveau. Dus daar waar ze geslaagd zijn, neemt uiteindelijk een burgemeester verantwoordelijkheid en is er trots op, hij of zij er trots op, dat er dingen tot stand komen. En dat klinkt heel raar, maar een burgemeester is natuurlijk uiteindelijk degene die het geheel overziet. Hij heeft verschillende wethouders, financiën, sociale zaken, de verantwoordelijkheid voor WMO. En eigenlijk komt alles samen en is geïntegreerd. En als een burgemeester in staat is om echt dit te omarmen, En de partijen bij elkaar te brengen en zeggen van hoe lossen we het nu op, denk ik dat we heel ver gaan komen.
Mag ik nog één aanvulling vragen? Want ik heb nog nooit een burgemeester gezien die hierover gaat. Maar het zou misschien een keer kunnen. Maar kunt u daar misschien ook op terugkomen voor het volgende commissiedebat? Dat wij een overzicht krijgen van de belemmeringen. Hè, want die zitten vaak in wet en regelgeving. Ja. Omgevingswet, klimaatwet, noem maar op. Ja. Wat eigenlijk het allerbelangrijkste is wat vrij snel weggenomen moet worden. Willen deze initiatieven ook gaan lukken? Omdat ik inderdaad denk dat met deze particuliere initiatieven heel veel ook opgelost kan worden. Hè? Zeker. Ik denk dat een heel. Ik zie een knik. Als u uw microfoon weer even uit. Ik kijk nog even naar de gasten. Is er nog iets wat u heel graag had willen zeggen? Dan is dat nu aan u. En dan gaan we namelijk naar het volgende blok. Dus mevrouw Pietersen. Ja, ik had in ieder geval twee vragen ontvangen waar nu geen tijd meer is om te beantwoorden. Maar ik wil aanbieden om dat even schriftelijk te doen. Dus over de ervaringen uit de coronaperiode. En de tweede vraag ging inderdaad over de awarenesscampagne en welke ideeën we daarover hadden vanuit de commissie. Dus ik zal die schriftelijk even nog met jullie delen, met u delen. Veel dank. U allen heel hartelijk bedankt. En dan gaan we over naar het volgende blok. Dat we starten al om 15:15, dus we zitten al op -2-3 minuten. Met de gemeentelijke woonzorgvisie en implementatie. En dan wachten we even tot de verschillende sprekers bij ons aan tafel zitten. Wij gaan verder met het ronde tafelgesprek. We zijn inmiddels bij blok 2, gemeentelijke woonzorgvisies en implementatie. Ik zag dat de heren die inmiddels aan tafel zijn geschoven het eerste gedeelte ook grotendeels in ieder geval hebben meegekregen. Dus, en, ja, dat klopt, ja. Ik denk ook dat, dat daar een aantal vragen natuurlijk ook zouden voortvloeien. U krijgt allen 2 minuten om kort even te zeggen waar u tegenaan loopt. En dan gaan we naar de leden voor de verschillende vragen. De heer, ik begin met links. De heer Van Noort, mag ik u als eerste het woord geven? En wilt u uw microfoon gebruiken? Dank u. Ja, dank dat ik hier mag zijn. En ook mooi om te zien de heer De Groot, die we gisteravond elkaar ook ontmoet. Dus vanuit Harderwijk. Ik heb een notitie gestuurd. Ik ga ervan uit dat die ook is aangekomen. Daar heb ik met name ook wat punten aangegeven ten aanzien van wat het Rijk zou kunnen doen. Dus daar ga ik nou eigenlijk in die pitch niet echt op in. Vanuit mijn kant, de behoefte van de ouder. Ouderen, nou ja, om die echt concreet te hebben, ja, die bestaat eigenlijk niet. Want het is natuurlijk een diverse groep, dat hebben we net ook wel gehoord. En ook met verschillende wensen en behoeften.
En wat belangrijk is, is dat natuurlijk ons gemeentelijk beleid daarop moet aansluiten. En wel gedifferentieerd op maat. Maar waar ik een pleidooi op voor wil geven, dat is omdat we zijn een regio, de Noord-Veluwe. En ik heb daar ook een bepaalde trekkersrol op veel terreinen ten aanzien van zorg. En dan kom je er ook achter dat alleen als gemeente zijn we er echt niet. En zeker voor de kleine tot de middelgrote gemeente, en Harderwijk is een middelgrote gemeente, geldt dat je het vraagstuk van wonen en zorg voor ouderen niet alleen kunt oppakken. En daarvoor is ook regionaal samenwerken hard nodig. Want het is natuurlijk hartstikke mooi als iemand in zijn of haar eigen gemeente kan blijven. En net werd er ook een pleidooi gedaan, vooral voor in de wijken en de buurt. Maar goed, soms kan een buurgemeente ook goed zijn. Alles is natuurlijk beter dan dat je heel ver weg zit van familie, vrienden of vertrouwde voorzieningen. En om een passende aanpak voor elkaar te krijgen, zijn woonzorgvisies zeker helpend. Ik denk dat meneer Adriani daar straks ook wel iets over zal zeggen. Maar ik wil wel drie punten benadrukken. Die heb ik ook wel in de notitie meegegeven van hoe wij dat in Harderwijk doen en ook in de regio. Ten eerste is, wat heel belangrijk is, dat je aansluit bij goed werkende netwerken. Dan moet je ook in gaan investeren. En wij hebben inderdaad ook een netwerk Gezond Veluwe. En dit is inderdaad ook een mooi platform om dit vraagstuk verder mee uit te werken. We hebben ook een platform ten aanzien van bouwen, met ook allerlei aanbieders. Dat doen we in twee gemeenten, met ziekenhuis, met zorgaanbieders, met GGZ Centraal, Cerelo en de corporaties, om ook daar afspraken te maken. En ook van elkaar te leren en ook te delen en eventueel ook samen in te kopen. Ten tweede, een gedegen analyse is noodzakelijk. Ik heb ook wat factsheets meegegeven. Dat is wel heel erg mooi, maar het gaat natuurlijk ook om de vraag achter de vraag. En ik denk dat het Rijk ons daarbij ook wel kan helpen. Want veel kleinere gemeenten, die hebben wij ook in onze regio, die hebben niet een eigen onderzoeksafdeling en hebben ook niet de capaciteit. Dus ondersteuning en eventueel ook financieel daarbij te helpen zou wat ons betreft en wat mij betreft heel erg goed zijn. En daarnaast, het is een regionale opgave. Want in de gemeente zijn de onderwerpen wonen en zorg, net zoals ook bij u, vaak gescheiden diensten of afdelingen. En deze opgave rondom wonen en zorg is een opgave die gaat echt om er een goede analyse van te maken. En, het werd ook al net al gezegd ook dat integraal op te pakken. En het gaat ook om regionale inzet. En daarbij is urgentiebesef heel erg belangrijk. En ik merk nog wel, daar kan er van een tandje er nog wel bij. En tot slot wil ik nog wel zeggen, en dat heeft ook te maken met mijn portefeuille en ook vanuit mijn rol, vanuit ook de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, is, we zijn nu aan het spreken over ouderen, maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel andere opgaven ten aanzien van beschermd wonen, zorgjongeren, starters, statushouders. Kijk nu wat er gebeurt met vluchtelingen. Daar wil ik het bij laten. Heel hartelijk dank. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Adriani. Die is de voorzitter van Taskforce Wonen en Zorg. Aan u het woord. Ja, dankjewel. Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van ruim 2 jaar geleden van eerst 3, later 4 koepels en de 2 ministeries, VWS en BZK. En een belangrijke taskforce, denk ik, omdat we constateerden dat slechts 1 op de 3 gemeenten gearticuleerd beleid had op het thema wonen en zorg. En we staan, dat kwam ook in het vorige blokje goed naar voren, voor een enorme dubbele vergrijzing. We zijn te werk gegaan als een soort Gideonsbende. Met een ambitieus doel, namelijk binnen 2 jaar heeft iedere gemeente een verbinding tussen de verschillende domeinen, corporaties, beleggers, zorg, welzijnsinstellingen en de gemeente. Die driehoek is gesmeed. De analyse is gemaakt, daar is een woonzorgvisie voor opgesteld en door de gemeenteraden vastgesteld. En daar zijn dwingende prestatieafspraken voor afgesproken. En nu 2 jaar verder, ruim 2 jaar verder, constateren we dat we er nog niet zijn, maar wel dat er geen gemeente in Nederland meer te vinden is waar het thema wonen en zorg niet op de een of andere manier in beleid terugkomt. Er is nog veel te zeggen over concreetheid en diepgang, maar het thema staat op de agenda. In april vorig jaar hebben diezelfde 6 partijen, die 2 ministeries en die 6 koepels, ook de bestuurlijke afspraken gesloten. Die zijn ook met uw Kamer gedeeld. En dat zijn denk ik afspraken die een jaar eerder nog niet mogelijk waren geweest. Hè. Dus we zijn ook echt in die periode vanuit die verschillende domeinen naar elkaar toegegroeid.
We zijn er nog niet. We zijn er nog lang niet. En tegelijkertijd is het model van de taskforce, het model van appelleren op de intrinsieke motivatie, het verleiden om gemeentes in beweging te krijgen, is wel eindig. Want we zien dat de verschillen in het Nederlandse landschap nog wel groot zijn. Er zijn echt ook nog wel witte vlekken als het gaat om concreetheid. En daarom zijn ook in die bestuurlijke afspraken van verleden jaar zijn ook een aantal randvoorwaarden geformuleerd waar iedereen zich in kon vinden. Zowel aan de zorgkant als aan de wonenkant om dat model van die vrijblijvendheid, van die verleiding, van die intrinsieke motivatie, om daar toch ook de wortel en de stok aan toe te kunnen voegen. Omdat het een opgave is, het is geen project. We zijn hier de komende 20 jaar mee bezig. We zijn hier de komende 20 jaar mee bezig in ons ruimtelijk beleid, in ons grondbeleid, in ons woonbeleid, in de manier waarop we afspraken maken met zorginstellingen en zorgkantoren, en de manier waarop de gemeente vervolgens een openbare ruimte inricht, welzijn daarbij aan laten haken. En dan heb ik het nog niet over het element domotica. En wat is er dan nodig? De heer Nijboer vroeg in het vorige blokje, doe mij geld. Dat zit op een aantal elementen. Vanuit de zorgkantoren, als het gaat om verpleeghuisplekken, is uitgerekend, en dat is ook door ZN aan u geleverd, hoeveel middelen er nodig zijn om de demografie te kunnen volgen met het aantal verzorghuisplekken. Maar belangrijker nog, hebben ze een stevig pleidooi gedaan en terecht om daar ook een meerjarig financieel kader aan vast te hangen. Over verkiezingen heen het liefst. Vastgoed laat zich niet sturen door 4 jaar wisselende politieke afspraken. Je bouwt voor 50 of 100 jaar. En hoe kun je daar nou robuuster in met elkaar samenwerken? Het tweede, en daar ging het ook in het vorige blokje om, dat zit in de kostprijs van de woningen zelf. Een woning waar je wonen en zorg kunt combineren. En ik hecht eraan om te zeggen dat wonen en zorg echt een verbijzondering is van wonen voor ouderen. Hè? Die groep is veel groter. Een woning waar je wonen en zorg kunt combineren in een geclusterde woonvorm kost tussen de 18.000 en de 25.000 euro meer dan een reguliere woning. Dat kan landen in de grondprijs. Dan blijft er voor sociale huurwoningen bijvoorbeeld een negatieve grondprijs over. Nou, dat kunnen veel gemeentes zich niet permitteren. Het kabinet heeft vorig jaar in een Kamerbrief gezegd, we hebben daar de bijtellingsregeling voor, die je in staat stelt om extra punten aan de woningwaardering toe te voegen. Waarmee je die extra investering kunt terugverdienen. In de sociale sector werkt die niet, hè, want die schuurt met passend toewijzen. Je kunt wel extra punten toevoegen, maar het leidt niet tot extra huur. Want passend toewijzen, tweede aftoppingsgrens. En in de middenhuur- en vrije huursector werkt die ook niet, omdat de betaalbaarheid onder druk staat sowieso. Ook vanwege al die andere eisen die we op die woningen stapelen als het gaat om duurzaamheid en klimaatbestendigheid en wat dan niet meer zijn. Dus daar is er iets heel concreets voor nodig. Een derde element, ik zei al, dit is geen project. Meneer Adriani, mag ik u heel even... fijn dat u ook de vragen van de vorige het blokje alvast heeft meegenomen. Dus dat is top, dat voorkomt weer een aantal extra vragen. Maar u bent wel al 5 minuten aan het woord. Dus aan u ook de vraag of u uw laatste derde punt... Ik rond hem af met een behoefte die heel concreet vanuit gemeentes is. Ten eerste, ik zei al, het is geen project, maar een proces. Het domeinoverstijgend werken vraagt elke dag aandacht, tijd, energie en capaciteit. Veel gemeenten hebben daar de middelen niet voor. En als allerlaatste, dat is niet financieel, maar wet en regelgeving. We kennen vanuit de woningwet de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Dat is een wettelijk kader met escalatiemogelijkheid. Die zouden we heel graag ook willen voor het woonzorgvraagstuk, zodat we ook zorginstellingen en het zorgkantoor, ook met name als grote financier, binnen dat wettelijk kader van prestatieafspraken aan tafel kunnen krijgen en aanspreekbaar daar afspraken over met elkaar te kunnen maken. Punt. Heel hartelijk dank. Dan ga ik nu naar de tweede wethouder op rij, de heer Peperzak, wethouder gemeente Gennep. Ja, dank u wel. Ja, ik hoor het verhaal van mijn voorgangers. Ik heb het wat praktischer aangepakt binnen onze gemeente. 17.000 inwoners in Noord-Limburg, waarbij in het verleden verwachte krimp was. Er is dus 4 jaar lang niets gebouwd. En ik ben in 2018 wethouder geworden.
langs alle dorpen geweest, 4 kerkdorpen en het stadje Gennep, totaal 17.000 inwoners, en heb gehoord wat de problematiek was. En hoor ook natuurlijk ook dat ouderen honkvast zijn en dat je ze niet moet verhuizen naar een ander dorp, maar dat ze binnen datzelfde dorp willen blijven wonen. Ik heb een woonvisie op laten stellen. Dat kan in zo'n kleine gemeente van per dorp. Welke woningen zijn er? Hoe is de demografische opbouw van de bevolking? Wie woont in welke woning? En hoeveel woningen komen er vrij in 2030? Hoeveel mensen gaan er dood? En die woningen komen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we gekeken naar autonome groei. Wat groeit in de gemeente? Wat is onze ambitie? En dan heb je een gat. En dan kun je zeggen, we hebben zoveel woningen nodig. En die moeten we dus gaan realiseren. Daarna overleg gehad met de zorgpartijen. En met de zorgpartijen afgesproken hoeveel mensen met een indicatie 4, 5, 6 en 7 hebben wij in 2030. Nou, daar zat een gat in van 300-400 woningen. En met de zorgpartij afgesproken dat zij de woningen voor indicatie 7 gaan bouwen. En morgen zit ik op tafel om de locatie te bespreken. Dus dat is al in gang gezet. En ik ben in ieder bouwplan wat er binnen de gemeente ligt, ligt er de verplichting aan de ontwikkelaar om een woonzorgproject van minimaal 20 woonzorgappartementen te bouwen. En de boodschap is heel simpel. Doet hij dat niet, dan krijgt hij geen vergunning. Dus dat kun je allemaal best regelen. En inmiddels zijn we aan het vijfde complex bezig. Dus dat in 2023 hebben we denk ik 100 woonzorgwoningen. En we moeten er dus nog 150 de aankomende 5-6 jaar. En dat gaat best lukken. Dus zo, op die manier hebben wij het aangepakt. Verder, dat is wat ik hiernaast ook hoor. Je moet de ouderen wel verleiden om te gaan verhuizen. Je moet ook weten wat er speelt achter de voordeur. We hebben aangesteld dorpsondersteuners. En die komen achter iedere voordeur van de mensen in het dorp en de wijk. Dan weten we ook wat er speelt. We weten ook wat we moeten doen om die mensen te verleiden om te gaan wonen. Nou, zo hebben wij dat aangepakt. En dat zijn we nu aan het uitvoeren. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dan ga ik even de commissieleden af. 1 of 2 vragen lijkt me een mooi uitgangspunt. De heer Woelekjaar. Ja, voorzitter, dank. Eén vraag dan. En dan aansluit op de laatste spreker. Dank trouwens voor de heren voor hun bijdrage. U sprak over verleiden. Het ging ook in het vorige blokje over doorstroming. Het verleiden van ouderen. U heeft blijkbaar heel veel ouderen verleid om door te stromen. Wat is nou het meest gehoorde argument voor ouderen om niet door te stromen? Of misschien wel juist wel? Het niet doorstromen heeft te maken met het feit dat er niks beschikbaar is. Er zijn in onze regio heel veel ouderen die wonen nog in ik ga u toch eigen... Ik wil even namelijk een rondje ophalen. En mevrouw Den Haan moet even gaan naar de plenaire zaal om te stemmen. Dus ik wil haar even ook het woord geven, zodat ze uw vraag kan stellen. En dan kom ik daarna, als ik een rondje heb opgehaald, weer bij u terug. Prima. Ja? Mevrouw Den Haan. Ja, en dank aan collega Werner dat ik even voor mag piepen. En ik ben zo blij dat meneer Peperzak hier is, want ik ben bij hem op bezoek geweest. En ik raad het ook iedereen aan om daar te gaan kijken in Gennep, want het is echt fantastisch. Je wordt er heel blij van. Complimenten. En ik zou het heel leuk vinden als u nog iets zou kunnen vertellen over de woon- of de huiskamers in de buurt en wat voor functie die hebben. Want ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is voor andere gemeentes. En dan de vraag aan meneer Adriani. U stelt in de notitie heel terecht dat we de vrijblijvendheid wel zo'n beetje voorbij zijn. En volgens mij is dat eigenlijk al sinds 2005 zo, sinds de themacommissie ouderenbeleid, die dat eigenlijk al beschreef. Dus we lopen behoorlijk achter de feiten aan. En u geeft ook aan, er moeten allerlei randvoorwaarden gesteld worden, waardoor uiteindelijk ook de opgave rondom ouderenhuisvesting gerealiseerd kan worden. Maar de praktijk is weer barstig en ouderenhuisvesting is nu helemaal gewoon niet sexy. Dus hoe gaan we nu toch gewoon gemeentes verleiden om ervoor te zorgen dat er zwaar ingezet moet worden op die ouderenhuisvesting? Dank u wel, voorzitter. Dan ben ik zo. We zien u zo weer terug. Mevrouw Werner. Dank. En dank inderdaad ook voor uw input. En mijn vraag ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van de vraag van mevrouw Den Haan. Want ik vraag me namelijk af, welke input is er nou nodig voor een geslaagde gemeentelijke woonzorgvisie? Hè? Welke input is daar nou voor nodig? En waar liggen de knelpunten om het niet op orde te hebben? Dat zijn mijn twee vragen. Hartelijk dank, meneer De Groot. Ja, dank voorzitter. Ja, ik was even aan het kijken in de planning van de minister, wanneer die met zijn programma komt.
Dus dat is juni. Dus we kunnen daar mooi deze input ook meenemen. Maar mijn vraag was eigenlijk gericht aan de heer Peperzak. Omdat ik de situatie van, zoals beschreven van de heer Van Noort, heel goed ken. En dat is een regionale aanpak. U zegt daar, joh, ik heb het eigenlijk gewoon plaatselijk gedaan. Maar ik kan me goed voorstellen dat wij de minister ook willen meegeven. Een beetje van, ja, hoe ga je dat nou organiseren? Hoe ga je wonen en zorg bij elkaar brengen? En hoe zorgt het dus ook voor dat die verschillende soorten zorg ook beschikbaar zijn? En dan misschien ook wel betaalbaar. Hè? Dus in welke regio's moet je denken? Of is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk? Dat is eigenlijk een vraag van mij. Van, hè? Kun je bijvoorbeeld ook schaalvoordeel halen door klein en groot te combineren? Maar omdat u dat niet heeft gedaan, ben ik wel benieuwd hoe dat bij u geland is. Dus daar gaat mijn vraag over. De heer Ginwis. Ja, voorzitter. Dank aan alle drie. Ik werd wel enthousiast van inderdaad hoe meneer Peperzak beschreef hoe hij dat als gemeente aanpakt. Mijn vraag daarbij is, wat zouden anderen daarvan van kunnen leren? Misschien ook een andere van hoe reageren ze erop? Maar ook, u zegt van het gaat de komende jaren wel lukken. Die 150 geloof ik die nog gebouwd moet worden. Tegelijk schrijft u in de notitie, ja, tekort aan ambtelijke capaciteit. Enorme prijsstijging, bouwmaterialen, gronden. Kortom, alle problemen die bij ook woningbouwprojecten tegenkomt, die komt u hier ook bij tegen. Dus zijn dat echt geen gamechangers of spelbrekers de komende jaar? En hoe gaat u dan daarmee om? En wat doet het dan met de betaalbaarheid vervolgens? Veel dank aan de heer Ginwis. Wie van de heren mag ik als eerste het woord geven? De heer Peperzak. Ja, de vraag van mevrouw De Haan over de huiskamer. Wij hebben in iedere kern woningen gebouwd. En daar zit ook een huiskamer bij. Dus er worden 15 woningen gebouwd. En 2 woningen, dat wordt een huiskamer. En dat wordt dan ingericht ook echt als huiskamer. Wordt beheerd door vrijwilligers. En dat krijgt een inloopfunctie voor mensen uit de buurt. Dus de mensen die daar wonen, maar ook vanuit de hele buurt. En wat we dan in die huiskamers ook doen, is dat we daar 2 wekelijks... komt daar de dorpsondersteuner, iemand van team toegang van de gemeente, daar komt de wijkagent. En dan wordt eigenlijk op case-niveau worden problemen besproken van mensen in de wijk en op die manier de leefbaarheid in de wijk beter te maken. Maar ook om de ouderen in beeld te houden. Wat gebeurt er? Vereenzamen ze niet en lopen ze niet weg? Dus op die manier hebben wij eigenlijk in iedere kern een huiskamer gerealiseerd. Waarom verhuizen de ouderen niet? Dat heeft eigenlijk alleen te maken met behoeften. Als er woningen zijn, geschikte woningen, dan zijn ze best bereid om te verhuizen. Ze willen alleen niet verhuizen, tenminste dat is in Noord-Limburg zo, ze willen niet verhuizen naar een andere kern. Want hun hele sociale omgeving, mensen bij ons wonen gewoon 50, 60, sommige 80 jaar in datzelfde dorp. En die gaan niet meer weg. Die zitten in het gemeenschapshuis, in de huiskamer, in de kerk. En die verhuizen pas als ze op dezelfde locatie, of in ieder geval vlakbij, iets anders kunnen krijgen. Maar ze willen wel verhuizen, want die signalen krijg ik wel. Ze willen ontzorgd worden, ze willen hun tuintje kwijt, ze willen dat grote huis kwijt waar ze niks meer aan hebben. Dus de behoefte om te verhuizen is er wel. Maar, en dat noem ik verleiden, je moet ze iets aanbieden waar ze iets mee kunnen. Dus dat is die kant. Input woonzorgvisie, dus denk meer voor mijn buurman. Regionale aanpak. Ja, wij hebben bewust gekozen om niet regionaal te gaan zitten afstemmen. Het klinkt raar. Het vertraagt. Uiteindelijk willen die bewoners toch in de kern blijven. De zorginstellingen die bij ons zitten. Er zit een ziekenhuis op 6 kilometer afstand. Er zitten 2 verpleeghuizen bij ons in Gennep. Dat hoeft niks regionaal afgestemd te worden, want de behoefte die zij opvangen is voor de eigen bevolking. En er zit nauwelijks een regionale behoefte in. Dus het afstemmen in een gemeente als de onze, regionaal. Ik snap dat dat op andere locaties nodig is, maar bij ons kan dat wat minder. Hoe stem je af de verschillende zorgen dingen? Ja, wij hebben met de zorginstellingen hebben wij bepaald van geëxtrapoleerd. Hoeveel mensen hebben wij nu met indicatie 4, 5, 6 en 7? Dat kun je extrapoleren met de verwachte, vooral mensen met dementie. Hè. Dat is een forse groei de aankomende jaren. Dus je kunt inschatten hoeveel mensen dat zijn. Dan weet je ook hoeveel er
Want dat is, als ze ernstige dementie hebben, dan wordt het indicatie 7. Maar dan kun je ook inschatten, zoveel worden er 4, 5 en 6. En ik ben met alle partijen, alle woonzorgleveranciers, om tafel gaan zitten. En gezegd, dan hebben wij zoveel indicatie 4 te huizen nodig, zoveel 5, zoveel 6. En dat spreiden we dan over de gemeente, zodat iedereen dat, zodat er voldoende capaciteit is voor iedere indicatie. En in de loop der tijd gaat dat natuurlijk schuiven, maar zo hebben we dat op die manier opgelost. Wat te leren betaalbaarheid. Ja, betaalbaarheid vind ik wel een mooi onderwerp. Die ontwikkelaars die willen gewoon geld verdienen. En ik verleid die ontwikkelaars door te zeggen van, in plaats van dat jij op die plek 40 woningen mocht bouwen, mag jij daar 50 bouwen. Maar die 10 die daarbij komen, die bepaal ik. En ik bepaal ook van wat voor soort woningen dat zijn. En op het moment dat je meer bouwt, aannemer meer marge, kan hij wat goedkoper bouwen. En ja, kun je wat doen. Dus ik probeer ook de ontwikkelaar en de aannemer te verleiden om te bouwen datgene wat wij hebben willen. Dat vraagt wel heel veel overleg en afstemming met die ontwikkelaars. Maar ja, ja, ik kom uit het bedrijfsleven. Ook die man moet gewoon geld verdienen. Dus daar kom je altijd uit. We hebben bijvoorbeeld een project gehad met 15 villa's op een paar hectare. En dus die ontwikkelaar komt en die zegt, ja, ik wil hier 15 villa's bouwen. Ik zeg, nou, gaat niet gebeuren. En nu komen er 71 woningen en 20 zorgappartementen. Voor zo'n ontwikkelaar is dit natuurlijk uitermate interessant, want hij kan veel meer woningen bouwen, zowel sociale huur, maar ook andere soorten woningen. Zijn verdienmodel wordt veel beter. Dus op die manier probeer ik te krijgen wat ik hebben wil, door die ontwikkelaar te verleiden te bouwen wat ik hebben wil. Dank. De heer Van Noort. Aan u het woord. Nou ja, goed, ik wou dat ik in Gennep was. Want dat, ik heb goed wat dat betreft. Toevallig is er ook iemand straks vanuit de Habion. Wij zijn ook in Harderwijk bezig ook, om gezamenlijk proberen een heel project van de grond te krijgen. En dan ook met name de mix van ouderen. Ook ouderen die 24-7 zorg nodig hebben. Maar ook gewoon degene die geen zorg nodig hebben. Ook een ontmoetingsplek daarbij. Maar ja, ik wou dat het zo makkelijk ging zoals in Gennep. Want bij ons is het een heel taai project door allerlei omstandigheden. Denk al aan de buurt, enzovoort, enzovoort. Want je wil ook volume maken. Nou ja, dan gaat het ook weer in de vertraging. Maar ik wil wel even ook terug wel naar de vraag. En dan moet zometeen meneer Adriaan het maar overnemen. Want die is daar ook wel de expert in. Dat is met name wat ik belangrijk vind, ook ten aanzien van die woonzorgvisie. En in Gennep is het waarschijnlijk dan allemaal opgelost. Maar ik merk juist in mijn omgeving dat daar geen capaciteit is. Dat die analyses niet te ver gaan. Hè. Die factsheets, ja, die kunnen we wel allemaal sturen. Maar hoe ga je toch tot duurzame oplossingen komen? En daar zouden wij wel heel erg veel behoefte aan hebben. Om die woonzorgvisie ook te verdiepen. En ook die urgentie daarvan echt ook te benadrukken. En dat kun je niet alleen maar als gemeente apart. Want wij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis. Maar ja, dat is voor een omgeving van 6, 7 dorpen en gemeentes. En dat is ook bij de zorginstellingen zo. Dus ja, wij zullen dan toch wel regionaal moeten oppakken. En die zorgaanbieders die zitten ook in meerdere gemeenten. Dus daar wil ik wel extra aandacht voor geven. Want voorbeelden kan ik. Wij hebben ook een audiënsenhuis, een thuishuizen. Een multifunctionele centra met positieve gezondheid die we aan het ontwikkelen zijn voor ontmoeting. Maar goed, dit is toch wel een aardige opgave, denk ik. Maar ik ben heel jaloers op Gennep, dus ik zou graag daar ook op bezoek gaan. Nou, wellicht bieden de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een visie. En mevrouw Werner heeft een vraag aan u. Ja, even een kort vraagje, meneer Van Noort. U heeft het namelijk over het verdiepen van de woonzorgvisie. Wat bedoelt u daar nou specifiek mee? Het verdiepen van die visie. Nou ja, goed, je kan natuurlijk in factsheets wel zeggen van, nou, we hebben zoveel wel nodig. Maar het vorige gesprek gaf dat ook wel aan. Van, het gaat er ook om van, wat zijn dan ook met name ook die zorgvragen? Hè? Denk aan dementie, hè, onder andere. Hè? Hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om? Het gaat ook om verpleegzorg. Hè? Dat heb ik ook in mijn notitie meegegeven. Hè? Dus dat is met name buiten de 90. Maar je hebt, vorige sprekers hebben het ook aangegeven. En dat is ook die bewustwording, onder andere al bij mij, van hey, ga erover nadenken. Wat ga je in de toekomst ook, ook
om naar een andere woning te kijken. Hoe ga je naar techniek mee om? Dus dat is er vaak bij die. Maar dan kan misschien meneer Adriani, want ik ben zelf dan ook benaderd om ambassadeur te worden op dat gebied voor de hele regio. Maar ja, dan binnen de regio heb je weer een wethouder die is verantwoordelijk voor wonen. Dan heb je de andere voor zorg. Nou, hoe ga je dat allemaal matchen, zodat je ook in de gaten hebt dat het echt op de agenda moet komen en ook voor de toekomst? Ja, mevrouw Werner, is het zo? Ja, dank u wel. Super, dank u. De heer Adriaan, nu het woord. Ja, zal ik nog een paar aanvullingen geven? Ik begin even met lokaal versus regionaal. Het begint lokaal. Appingedam is geen Assen en Assen is geen Amsterdam. De demografie is anders, de woningmarkt is anders, de sociale infrastructuur is anders. Als ik daar dan even aan koppel de vraag, wat is nou een grote belemmering voor mensen om door te stromen? Naast vaak de enorme stijgingen in woonlasten, waar je overigens een enorme boom over kunt opzetten, ga ik nu niet doen. Is dat echt het verliezen van het loopje in de buurt, de buurvrouw die je kent en de huisarts waar je naartoe wil. Ik ben van de bel. Tegelijkertijd, en dat geldt ook, en dat maakt onderdeel uit van de complexiteit, dat voor het zorgkantoor, wat echt een steeds belangrijkere partner wordt in dit vraagstuk, het natuurlijk ondoenlijk is om met 353 gemeenten individueel in gesprek te gaan en afspraken te maken. Dus vanuit het zorgkantoor, maar ook wel vanuit regionaal werkende corporaties en zorginstellingen, komt wel de behoefte van organiseer je nou een beetje regionaal. Dus je zult dat allebei moeten doen. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, want we zijn al goed georganiseerd in WMO-regio's, in volkshuisvestingsregio's, er zijn allerlei in zorgkantoorregio's. Dus zoek de regionale schaal die past. En neem van daaruit onder de arm je lokale analyse mee en kijk wat je dan op regionaal niveau met elkaar te doen hebt. Er is terecht aandacht gevraagd voor de vele andere vormen van wonen en zorg die er ook zijn. Doen wij vanuit de taskforce niet op landelijk niveau, maar natuurlijk moet je dat lokaal ook doen. Als er iemand 's nachts gillend over de galerij rent, maakt het niet uit of dat vanwege dementie of vanwege een psychose is. Je hebt er toch mee te dealen als buurvrouw. Dus ook vanuit de draagkracht en draaglast in buurten en wijken moet je dat in samenhang bezien. En welke input is dan nodig, vroeg mevrouw Werner. Het is onwaarschijnlijk verbazingwekkend hoe de verschillende werelden elkaar niet kennen, niet ontmoeten en niet verstaan. Zowel binnen gemeentehuizen en overigens binnen het Rijk als daarbuiten, dus tussen de partijen in het veld, is echt permanent monnikenwerk te doen om te zorgen dat die verbindingen tot stand zijn. En dat is nodig, want de informatie die ieder heeft, dit is heel versnipperd, maar samen is het een enorme rijkheid. Dan maak ik hem toch maar even persoonlijk. Ik ben, als ik tijd over heb, naast voorzitter ook wethouder in Nieuwegein. En het ging voor mij pas echt leven toen Julie Mereveld mij voorrekende dat de 800 mensen met dementie nu in mijn stad, dat er straks 2400 zijn. En als je dan gewoon naar buiten kijkt, naar de straat, en denkt, jeetje, waar moet ik die mensen straks op een goede manier laten wonen? Ja, dan komt die ook wel echt binnen. Hè? Dus dat lokale gesprek op die manier over die cijfers is echt van belang. En van daaruit moet je aan de slag. Nou, en waar zitten dan de knelpunten? Tijd en capaciteit, het is al een paar keer gemeld. En zonder daar flauw over te willen doen, onze taskforce is voor 2 jaar gefinancierd door het ministerie van VWS en een klein beetje BZK voor 3 miljoen euro. Daar zijn we erg blij mee, kunnen we veel mee doen. Mooi netwerk van ambassadeurs van opgebouwd, veel handreiking kunnen maken. Voor die 2,4 miljoen 80-plussers die we in 2040 hebben. Voor die 40.000 dak- en thuislozen, wat ook heel erg is, was in een mum van tijd 200 miljoen euro beschikbaar. Dus, nou ja, in welke grootheden wil je ook als het Rijk je ook financieel committeren om bijvoorbeeld die capaciteit bij gemeentes hierop te richten? En dan nogmaals het pleidooi om vervolgens ook dat in een wettelijk gekaderd afsprakenkader voor prestatieafspraken met elkaar te kunnen regelen. Ik zie uw buurman al 2 maal naar de microfoon stappen, dus ik... De heer Van Noord. Ik wilde eigenlijk ingaan op die... elkaar leren kennen en ook dezelfde taal. Hè? Dat is die netwerksamenwerking. Ik heb het ook al doorgegeven, het voorbeeld van Gezond Veluwe. En ik kan het zeker aanraden om daarnaar te gaan kijken. Daar hebben wij zoveel profijt van gehad, ook tijdens corona.
Maar dus daar zit het zorgkantoor bij, daar zitten de thuiszorg, daar zitten de zorginstellingen, daar zit het ziekenhuis, de medica, dus alle huisartsen, de gemeente, welzijnswerk. En dan kun je het ook thematisch kun je het dan oppakken. Hè? Dus dan kun je ook inderdaad ten aanzien van nou, hoe ga je met mantelzorg om? Hoe ga je om met. We hebben nu het thema ook. Nou ja, de respijtzorg is er ook één. Maar ook ten aanzien van positieve gezondheid, geluksgericht werk. Zodat je ook een beetje diezelfde taal gaat spreken. Het zorgkantoor zit er trouwens ook bij. Om gewoon. Nou ja, als je daarin gaat investeren. Nou ja, dan, en dat kan je natuurlijk ook lokaal doen. Maar je kan dat ook regionaal doen. En ik wil dat zeker ook wel meegeven. Want dat is echt heel belangrijk dat je elkaar nou ja, leert kennen en dezelfde taal gaat spreken. Ik kijk nog even naar de gasten. Had u nog vragen liggen? Nee, dan kijk ik naar de commissie. En het, oh, meneer Adek. Ja, misschien nog één. Die had ik bewaard omdat mevrouw Den Haan nou weg was. Hè. Die zei het, eigenlijk weten we dit al sinds 2005... Ik denk dat we vooral niet wakker geworden zijn in 2012... toen de verzorgingshuizen sneuvelden in het lenteakkoord. Kan ik ook wel verklaren waarom dat is, maar dat heeft nu niet zoveel zin. Maar mijn pleidooi is dus, we moeten niet meer ons afvragen hoe we gemeentes gaan verleiden. We moeten echt die vrijblijvendheid voorbij, ook vanuit het Rijk. Ik ben zelf een enorme fan van de doelbijdrage, hè, want ik weet hoe dat in gemeentehuizen werkt. Als je een doelbijdrage in het gemeentefonds stort, dan zit daar een opdracht bij. Dan komt die automatisch op de afdelingsbegroting en dan komen er handjes voor en dan gaan mensen lopen. Dat is de manier om dat te doen. En dat vraagt iets meer dan die 3 miljoen, maar het hoeft ook niet die 200 te zijn die ik net noemde. Dank. Ik kijk even naar de leden van de commissie. Geen vragen meer. Dan dank ik de 3 wethouders en... veel dank voor uw komst. Nee, de... Wij komen om 15:15 bij elkaar, maar ik kijk even of de sprekers er al zijn, want ik weet niet hoe lang. We zijn namelijk nu iets eerder klaar. Zijn die inmiddels 1, 2? Wellicht goed om te bezien of de derde ook reeds aanwezig is. Dan kunnen we misschien iets eerder...
Ondanks dat het nog geen 4:15 is, wil ik de leden van blok 3 graag verzoeken om te gaan zitten. Mevrouw De Haan komt, die komt in de loop van dit blokje sowieso weer terug. Hoe fijn is dat? En ook geen files meer tegenwoordig. We beginnen aan blok 3. Belemmeringen en oplossingen, realisatie, passende woonzorgvoorzieningen. Aan mijn rechterzijde voor de kijkers links hebben we een drietal heren. Aan u de vraag of u kort wil voorstellen. En dan kunnen we over en weer van gedachten wisselen. Even zien. Ik begin, bij wie begin ik? Aan mijn rechterzijde, de heer Van Rooij, algemeen directeur Woningbouwers Nederland. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had geen briefje opgeleverd aan de commissieleden. Ik was wat laat als vervanger ingeschoven voor mijn voorzitter, dus sorry daarvoor. Ik zal proberen dat wat ik in het briefje zou hebben getypt zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Ik heb met heel veel interesse kennis genomen van het rapport wat jullie me hebben meegestuurd. Dat is een heel lijvig onderzoek. Daar komt in ieder geval één ding heel goed uit naar voren. Dat er in de afgelopen jaren heel veel onderzoek is gedaan naar het onderwerp. Iedere voetnoot leidt je weer tot een nieuw onderzoek, wat weer nieuwe voetnoten heeft die weer leiden tot nieuwe onderzoeken. Maar wat de grote afwezige paragraaf wat mij betreft in dit rapport is, dat is die over de kwantitatieve vraag naar nieuw te bouwen woonzorgwoningen. Ik zit hier, zoals net al gezegd werd, als directeur van de branchevereniging Woningbouwers NL. En onze leden zijn betrokken bij ongeveer 80% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Nederland. En als ik nou aan mijn leden vraag, dat onderwerp ouderenhuisvesting, hoe gaat dat nou? Dan valt eigenlijk altijd op dat het een hele moeilijke te bereiken doelgroep is. Er zijn heel veel succesvolle voorbeelden van projecten waar nieuwbouwwoningen specifiek voor ouderen in de markt gezet zijn. En ook bij die doelgroep terechtgekomen zijn. Knarrenhoven, ik hoorde net al een aantal prachtige voorbeelden genoemd worden. Kalla in Rijnsburg is ook een voorbeeld waar ik u graag naartoe wijs. Plekken waar ouderen heel gelukkig wonen met of zonder zorgvraag. Maar de lijst met projecten waar jarenlang is geprobeerd om ouderen te verleiden om te kopen of te huren in een nieuwbouwhuis dat speciaal voor hun behoefte is gemaakt, die lijst is vele malen langer. En dat heeft alles te maken met het feit dat mensen die gelukkig in een huis wonen waar ze hun kinderen hebben laten opgroeien en waar ze later hun kleinkinderen laten logeren, die mensen zijn helemaal niet actief op de woningmarkt. Die zitten niet op funda. Dus daar moeten we een dubbele horde nemen. We moeten ze eerst, bellen op lijn 1. We moeten ze eerst overtuigen dat het een goed idee is om überhaupt te verhuizen. En als we ze daarvan hebben overtuigd, dan moeten we ze overtuigen dat de woningen die we voor ze aan het bouwen zijn, dat dan ook het specifieke type is waar ze in terecht willen komen. Een ander punt wat me in het rapport sterk verraste, dat was die sterke focus op woonzorgfaciliteiten voor mensen met lage inkomens. Die benadering leidt volgens mij heel erg af van de onderliggende vraag, omdat het ten onrechte een segmentering aanbrengt die bovendien onnodig is. Uit statistiek van het CBS blijkt dat ouderen gemiddeld genomen een hoog vermogen hebben. Dat heeft volgens het CBS te maken met dat ze een langere tijd achter de rug hebben waarin ze vermogen hebben kunnen opbouwen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die regel bevestigen. Maar die focus op lage inkomens en de daaraan gekoppelde prijsmaxima, die leidt af omdat het gaat om betaalbaarheid van de woning. En dat is niet het gevolg van een prijsmaximum, maar dat is het resultaat van de verhouding tussen inkomsten tussen hun inkomsten en aan wonen besteed percentage uitgaven. Dat noemen we de woonquote. Daarop zou de focus wat mij betreft moeten liggen. En bovendien, ouderen die vermogen hebben, bijvoorbeeld in hun huis, die kunnen dat vermogen ook gebruiken om die maandlasten te drukken en op die manier wonen betaalbaar te maken. Ik sla even een puntje uit mijn stuk over, maar ik zal het u nazenden. Maar dat is een stukje waarin ik een en ander zeg over de verhuurderheffing. Maar ik moet aan de tijd denken. Wat bij ons met name wringt, dat is het gebrek aan locaties waarop gemeenten woningen toestaan. Voor überhaupt woningen toestaan, niet bewoningen toestaan, maar in specifiek woningen toestaan voor ouderen. Dat is er gewoonweg niet genoeg. En anderzijds hebben we last van een op dit moment ongekend groot tekort aan ambtelijke capaciteit. Het heeft er alle schijn van dat de capaciteit die er wel is niet altijd op de juiste manier wordt ingezet. Als ik eerst over het locatietekort iets zeg. Uit een recent rapport wat door onderzoeksbureau Republic is gedaan naar beschikbare locaties voor woningbouw blijkt dat er in grote en middelgrote gemeenten nog ruimte is voor 119.000 woningen door transformatie. En in die analyse valt op dat 20.650 woningen gerealiseerd kunnen worden
door gebruik te maken van sportvelden die door vergrijzing van de bevolking en door nieuwe innovaties zoals de inzet van kunstgras de komende jaren vrij zullen komen. Die locaties die hebben vaak al een goede, reeds aanwezige infrastructuur, liggen op een voor ouderen acceptabele afstand van voorzieningen en die zijn ideaal voor het creëren van woningen voor ouderen. En ook transformatie van overtollig commercieel vastgoed in bezit van gemeentes. Dat is, als ze in de stad kijken, dan is daar nog ruimte voor 23.630 woningen. Dicht bij voorzieningen in de omgeving waar ze toch al willen, toch al wonen. Bovendien een korte klap, want de gemeente is eigenaar van de locatie. Nou, de vraag is waarom gebeurt dat niet? Dat heeft dus alles te maken met een groot capaciteitstekort op gemeentehuizen. Dat capaciteitstekort, dat is deels een capaciteitstekort, deels ook een prioriteitstekort. We zien de laatste tijd dat het bedrijfsleven in de hoop op versnelling zelf dan maar de handschoen oppakt en het bestemmingsplan gaat schrijven. Daarvoor huren woningbouwondernemers hetzelfde adviesbureau in dat dat voorheen altijd voor gemeentes deed. En zodra dat plan wordt ingediend, wordt er op het gemeentehuis een concurrerend adviesbureau in de arm genomen om dat plan eens even goed te controleren. Dubbele kosten, geen tijdswinst. We kunnen heel veel van het ambtelijke capaciteitstekort terugbrengen door meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en elkaar te vertrouwen. Maar dan moet er ook echt capaciteit en dus geld naar gemeenten bij. Doen we dat, dan zijn wij als sector prima in staat om op te schalen naar de door Hugo de Jonge zo graag beloofde 100.000 woningen per jaar. En daarvan kan er een substantieel deel voor ouderen zijn met of zonder zorgvraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Rooijen. Wellicht goed als u inbreng ons nog nastuurt. Want ik hoorde heel veel technische gegevens. Ik kan me zo voorstellen dat het fijn is voor de commissie. Dank. De heer De Ruiter, aan u het woord. De zelfstandig adviseur en als expertlid van het OWZ en EWT. Ja, dank voor de uitnodiging. Even voor de helderheid. OWZ is het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. En het EWT is het expertteam Weer Thuis. Beide uitgevoerd door de RVO in opdracht van BZK en VWS. Mijn inbreng gaat over innovatieve geklusterde tussenwoonvormen. Om een senioren zelfstandige lange thuis te laten wonen is een verscheidenheid van woonvariatie nodig. En één daarvan zijn tussenwoonvormen geclusterd tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis in. Nou, mijn buurman zal er ongetwijfeld zo meteen nog veel meer over gaan vertellen. En meedoen, meetellen en ontmoeten draagt bij aan welbevinden en daarmee het uitstellen of zelfs verlagen van geïndiceerde zorg. Die tussenvormvormen te benaderen vanuit een integrale aanpak, zelfstandig wonen, de woonomgeving, het welbevinden en tot slot als einde van die keten de zorg, merk je dat dat echt een enorme meerwaarde is. Wat levert het namelijk op? Het faciliteert het langer en beter thuiswonen van senioren. Het levert een bijdrage ook aan het tekort van de geschikte woning voor senioren en daarmee ook aan de noodzakelijke doorstroming op de hele woningmarktketen. En senioren wonen met een hoge kwaliteit van leven langer zelfstandig thuis, met minder formele ondersteuning en daarmee lagere zorgkosten. De belemmeringen in het rapport Wonen en Zorg voor Ouderen zijn goed beschreven. De belangrijkste die ik daarin constateer zijn, er zijn onvoldoende locaties, het is al vaker gezegd. Er zijn financiële belemmeringen voor innovatie, bijvoorbeeld voor het faciliteren van de gemeenschap. En de kosten en baten liggen vaak bij verschillende domeinen. Tot slot is er onvoldoende vernieuwing op een systeemoverstijgende aanpak. En die systeemoverstijging gaat dus heel erg over wonen, woonomgeving, welzijn en zorg. Wat kan de rol van het Rijk daarin zijn? Ja, ik heb maar even onderbiedig gezegd. Zorgen voor voldoende geschikte locaties. Uiteraard samen met degene die locaties ook eigenaar zijn. Faciliteer dat maatschappelijke meerwaarde ook onderdeel is van het grondprijsbeleid. Want daar zien we vaak een aantal zaken op misgaan. En zorg enerzijds voor samenhang van financiering tussen de WMO en de WLZ. Maar anderzijds ook tussen geïndiceerde en niet geïndiceerde ondersteuning. De noodzakelijke vernieuwing komt niet altijd vanuit bestaande organisaties. Stimuleer daarin ook particulier sociaal-maatschappelijke initiatieven. En faciliteer innovatie. Bijvoorbeeld tot inzet van expertise om innovatie en domeinoverstijgende samenwerking te begeleiden. En het opzetten van een innovatielab. Niemand kan alleen oplossen. Samenwerking, innovatie en integraliteit is echt nodig. En dat gaat niet vanzelf en komt onvoldoende tot stand. Dank. Heel hartelijk dank. En tenslotte de heer Boerenveen van woningcoöperatie Habion. Ja, mijn naam is Peter Boerenveen. Ik ben directeur van Habion. We zijn een woningcoöperatie die gespecialiseerd is in ouderhuisvesting. We huisvesten er op dit moment ongeveer 12.000. En die zijn 80 jaar, is de gemiddelde leeftijd. Dus in mijn beleving de enige echte oudere huisvester van Nederland. Wij mogen ook door heel Nederland werken, dat helpt. En om u even een beeld te geven, wij zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Er was woningnood, het bejaardenhuis werd uitgevonden, er was doorstroming. Ik denk, god, wat een parallelle met vandaag de dag. Als je nou doorstroming op gang krijgt, doe je ook iets aan die woningnood.
Maar vanuit die bejaardenhuizen kwam op een gegeven moment het scheiden van woon en zorg. Ik denk 2012 inderdaad dat het was. En wij merkten dat in die 80 verzorgingshuizen, verpleeghuizen die we hadden, dat daar leegstand ontstond. Want het was niet een alternatief waar je in het woondomein iedere maand 500-600 euro aan huur gaat betalen voor die kamer. Dus daar ontstond voor ons echt concreet een probleem. Toen zijn we eigenlijk bij toeval, per ongeluk, net hoe je dat wil zien, zijn we in Voorst begonnen bij een oud verzorgingshuis dat we graag wilden nieuwbouwen, zeker transformeren. Daar dachten we, nou, laten we gewoon eens aan mensen gaan vragen, hoe wil je oud worden, wat heb je daarvoor nodig en wat ga je er zelf aan doen? Gingen we traditioneel flyeren, er kwam geen hond. Toen hebben we een bord neergezet wegens gebrek aan belangstelling te sloop. En toen kwamen er 400 mensen en die waren boos. En ik denk dat dat een mooie ingang was voor wat wij geleerd hebben. Namelijk dat de wensen van ouderen en de wensen van de lokale samenleving, mensen in buurten en wijken, over hoe je oud wil worden en hoe je voor je eigen ouderen wil zorgen, dat dat heel anders is dan de gesprekken die wij tot dan toe hadden met de zorgorganisaties, die natuurlijk heel institutioneel daarover dachten. Wat hebben we als belangrijkste geleerd in die methodiek, de Reuring-methodiek noemen we dat. Dat duurt ongeveer een maand of 9, waarin we met die lokale samenleving ontwerpen. Is dat mensen zeggen, we willen niet meer verhuizen. We willen best in beweging komen. En we willen best verhuizen als er een aantrekkelijk alternatief is. Maar we willen niet naar de aanleunwoning en dan naar het verzorgingshuis en dan naar het verpleeghuis. En als ik echt pech heb, nog een keer doorverhuizen naar het hospice. Dus dat is de eerste die belangrijk naar voren kwam. En mensen willen doorleven. Dus niet in een kamertje kijken naar dat bed waar je in doodgaat de hele dag. Maar gewoon een normale woning met twee kamers. Maar ook wat extra ruimtes waar je leuke dingen met elkaar kan doen. Maar ook die privacy van je eigen woning. Nou, dat past natuurlijk fantastisch bij het scheiden van wonen en zorg. Tweede wat wij ontdekten is dat mensen zeggen, goh, we willen hier zelf invloed hebben over hoe wij hier oud worden. En dat zijn er ook vaak kinderen, kleinkinderen. Dus we hebben gezegd, nou, dan moet je een heel actieve community organiseren. Een burgerinitiatief, wat je ondersteunt en wat je helpt. En wat je eigenlijk het eigenaarschap, zeg ik altijd maar, in onze gebouwen toevertrouwt. Dus die zelf wel weten hoe ze dingen moeten organiseren en wat er in die gebouwen gebeurt. Wij zijn de eigendom van het gebouw. Maar dat eigenaarschap, wat er gebeurt in dat gebouw, laten wij vooral graag lokaal over. Dat doen we ook met Nederland Zorgt voor Elkaar. Dat is een hele gespecialiseerde, prettige organisatie die datzelfde doel nastreeft. En de derde wat we geleerd hebben, we moeten niet zo'n gebouw verhuren aan een zorginstelling. Want dan, voor je het weet, wordt het weer een institutioneel verpleeghuis. Ook al zijn er de beste bedoelingen om mensen door te laten leven. Dus we hebben gezegd, de zorg is een leverancier. Net als iedere andere leverancier. En samen met de bewoners en hun programma van wensen, wat heel anders is dan de zorgpakketten die toevallig uit de systemen komen, daar proberen we een zorgorganisatie te vinden die dat ook gaat leveren wat bewoners heel graag willen. Nou, dat werkt wat ons betreft goed. We hebben een keer of 15 gedaan. We hebben er nu weer 5 in de nieuwbouw in aanbouw. Maar waar lopen we tegenaan? Nou, geen illusies. Net als al het andere wonen. De woningcrisis is gewoon een regelcrisis. Laat dat ook maar een keer zeggen. Er zijn veel te veel regels, veel te veel tegengesteld. Het loopt aan alle kanten vast. Wij hebben 3 projecten die nu al 1,5 jaar stil liggen. En dat heeft te maken met de participatiewet, of de participatie in de omgevingswet, die nog niet eens in werking is getreden. Dus dat zal zeker niet beter worden. Dan concreet, de huurtoeslag en het volledig pakket thuis. De laagste inkomens. In nieuwbouw, wij investeren extra vanwege veiligheidsvoorzieningen, dat soort zaken. Brandveiligheid bijvoorbeeld, belangrijk bij ouderen. In nieuwbouw voor de laagste inkomens nauwelijks nog toegankelijk. Terwijl dat met een volledig pakket thuis nou net zo mooi is. Dus in het domein van VWS wordt het wonen eruit gehaald, scheiden van wonen en zorg. En in de huurtoeslag wordt het alleen maar ingewikkelder gemaakt om de toegang voor de laagste inkomens tot onze gebouwen mogelijk te maken. En waarom willen mensen graag naar onze gebouwen? Niet omdat ze nou een wooncarrière maken, ze hebben gewoon een zorgvraag. Het is anders dan in de volkshuisvesting. In de volkshuisvesting ben je kwetsbaar door je inkomen als het niet hoog genoeg is. In de zorg heb je een andere kwetsbaarheid. Waar lopen we tegenaan? Algemene ruimtefinanciering is nu een subsidieregeling, maar die is in ieder geval niet voldoende. En tenslotte zou ik echt een groot pleidooi willen houden voor meer experimenteerruimte. En vooral ook voor burgerinitiatieven. Want onze ervaring is dat het heel prettig werkt als je hem van onderop bouwt en vervolgens naar de gemeente en de zorgorganisatie gaat en zegt, god, dit is wat we zouden willen realiseren en faciliteer ons daar nou eens bij.
Dus kort en goed, laten we eens na gaan denken over, in plaats van niet alleen groen verduurzamen, laten we ook eens grijs gaan verduurzamen. Dank u wel. Hartelijk dank. De leden van de commissie. Mevrouw Werner. Ja, dank. Dank voor alle input ook. Ik heb eigenlijk een hele... Nou, eigenlijk een korte vraag. Ik denk aan de heer Van Rooyen. Is het voor woningbouworganisaties aantrekkelijk genoeg om voor ouderen te bouwen? Ik ga even de vragen ophalen. Dan kom ik uiteindelijk bij u terug. Mevrouw Den Haan. Ja, dank aan alle sprekers. Ik heb een vraag aan de heer Boerenvijn van Habion. Habion werkt natuurlijk landelijk en ik ken Habion al langer. Kan ook heel goed buiten de lijntjes kleuren en out of the box denken. Ik denk dat dat een van de succesfactoren is. Jullie hebben goed overzicht over wat er in Nederland speelt. Wat kenmerkt nou, zeg maar, wat zijn de succesfactoren van de mooie voorbeelden? De heer De Groot. Ja, opgenomen naar mijn hart, regels die in de weg zitten, wegruimen of experimenteerruimte. Ja, ik denk dat we daar zeker naar moeten kijken. En dan kom ik ook gelijk bij mijn vraag, die waren eigenlijk ook wel... jullie noemen een aantal keren, is het genoemd, hè? Dus grondexploitaties zijn de basis om te bouwen. Maar zorgbudgetten, of misschien de kosten daarvan, of de kosten die je in de toekomst niet hebt, die worden daar niet in meegenomen. Hè? Ik vertaal het even vrij in mijn eigen woorden, het staat er een paar keer in. Maar dat, ja, die grondexploitaties zijn ook regels gebonden. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar waar zijn de goede voorbeelden. En ik weet niet wie daar een antwoord op zou kunnen geven over hoe je dat als gemeente kan oplossen. Of wat kun je daarin doen en waarin ook uiteindelijk het resultaat positiever is. Want je kunt het uitgeven in de grondexploitatie. Je kunt zorgen wat je misschien niet gaat uitgeven of anders georganiseerd hebt, daar natuurlijk in stoppen. Maar als je het dan later nog hebt, dan ben je twee keer aan de beurt. Dus wat zijn ook de succesfactoren om dat dan te regelen? Dat zijn mijn twee vragen. Dank de heer De Groot. De heer Gimmis. Ja, voorzitter, dank. En dank aan alle drie. Het enthousiasme van de heer Van Rooyen werkte aanstekelijk. Wij staan er klaar voor. 80% van de woningen worden ons gebouwd. En er kan best een paar onsjes meer bij, zodat we de doelstelling van Hugo de Jonge en van het coalitieakkoord van 100.000 per jaar, dat is een piece of cake. Alleen locaties, dat is nog even een dingetje. Terwijl, dat zegt meneer Van Rooyen, ja, maar die zijn er eigenlijk voor een groot deel binnenstedelijk. Best wel te vinden, naast buitenstedelijk. Die horde is geslecht, dat moeten we gaan uitvoeren. Maar binnenstedelijk is het ook best wel wat te vinden. Maar capaciteitsgebrek en et cetera, ambtelijk en misschien lef en misschien niet genoeg prioriteit. Maar hoe gaan we dat nou concreet versnellen? Want u hebt er hele duidelijke ideeën bij. Maar wat zouden wij hier vanuit de Kamer en misschien Hugo de Jonge zometeen echt moeten doen om dat voor elkaar te boksen? Dit gaat natuurlijk breder dan alleen over oudere woningen en woonzorgwoningen. Maar is wel heel, heel reëel. En juist inderdaad binnenstedelijk, als inderdaad een grasveld waar je er meer van nodig hebt met echt gras dan met kunstgras, als dat heel makkelijk is om te zetten. Ja, het is inderdaad een piece of cake. Tegelijkertijd, we weten ook dat als daar mensen omheen wonen, dan is er de eerste bezwaren zijn al bij voorbaat geschreven. Dus... Dat zijn ook wat dilemma's wij als gemeentebestuurder mee te maken vervolgens. Wie van de drie mag ik als eerste het woord geven? Ja, ik wil het ook doen hoor. De heer Van Rooyen. Ja, dank voor de vragen. En dank voor de compliment dat je het aanstekelijk vond. Hè? Dat is fijn te horen. De eerste vraag die naar mij kwam, mevrouw Werner... is het aantrekkelijk genoeg om te bouwen voor ouderen? Het is een tweeledig antwoord wat ik ga geven. Het maakt ons niet uit voor wie we bouwen. Want een huis is een huis. En als bouwsector, als wij stenen op elkaar kunnen stapelen en daar een goede boterham mee kunnen verdienen, we zijn een commerciële sector. Dus het maakt ons niet uit wie de doelgroep is. Maar de realiteit is wel, en dat is de andere kant van mijn antwoord. Ouderen, en dan heb ik het niet specifiek over ouderen met een zorgvraag, maar meer over ouderen in het algemeen, die hebben een woning, die zitten op hun plek en die verhuizen alleen op het moment dat de plek waar ze naartoe gaan alle groene boxjes aantikt.
Combineer je dat met de zorgvraag die daar eventueel zit, dan is het moment dat ze die zorgvraag krijgen en dus de behoefte krijgen om die sprong te maken, ja, die loopt niet altijd parallel met ons ongeveer gemiddeld 7 tot 10 jaar lopend planproces. Want wij beginnen ergens met inventariseren, is er een markt voor, wie zou hier kunnen we gaan wonen. En tegen de tijd dat de mensen met wie we in gesprek zijn, dat we daar een plan voor hebben ontwikkeld, is die zorgvraag al lang langsgekomen en hebben ze een andere plek gevonden. Nou, voor ons is het belangrijk dat we van tevoren weten, wij gaan pas bouwen op het moment dat we een zeker percentage hebben voorverkocht. Anders is het risico simpelweg te groot en financiert de bank ons niet of financieren de verzekeraars ons niet. Dus daar loopt wel een mismatch. En dat, ja, dat is weer die planprocedure van 7 jaar. Als we die in kunnen korten naar 2 jaar tussen we hebben een goed idee en we gaan het nu bouwen, dan is het veel makkelijker om die doelgroep te bedienen voor ons. Maar de realiteit is, en meneer Grimwis haalt dat net al aan, de buren vinden er ook wat van. Mevrouw Werner. Ja, dus eigenlijk zegt u van je weet van tevoren niet hoe groot het aanbod is. Bijvoorbeeld een starter, hè, als je zou bouwen voor jongeren, weet je dat wel? Is dat inzichtelijker? Ja. Dan weet je gewoon zoveel hebben we er nodig, jongeren hebben er behoefte aan, dus zoveel woningen komen erbij. En ouderen zijn honkvast, zijn moeilijk natuurlijk uit hun eigen huis te krijgen, ja. Zijn daar diep geworteld. En daarom, dat maakt het lastiger om voor hen te bouwen, omdat het weinig inzichtelijk is. Het is lastig om het moment te pinpointen waarop je ze gaat verleiden om het over te springen. En wij maken wel eens intern maken we een categorisering tussen de go-go's, de slow-go's en de no-go's, zeg maar. Je hebt mensen die zijn wel al ouder, zijn met pensioen, maar willen nog alles doen, zijn nog heel actief. Dat is het moment waarop wij met ze moeten gaan praten. Het wordt tijd om na te gaan denken over een andere woning. En dan hebben we 1 jaar of 7 de tijd nodig voordat we tot realisatie komen. Ja, en ergens in de tussentijd haken die mensen af. Vervolgt u beantwoording? Dat zal ik doen. De tweede vraag die er aan mij gesteld werd was van meneer Grimwis. Hoe versnellen we nou dat aanwijzen van locaties? Dat is een verrekt lastige inderdaad. Want de locaties zijn er binnenstedelijk en buitenstedelijk echt wel te vinden. Ik denk overigens dat we er niet aan ontkomen om ook buiten de stad te gaan kijken. Maar inderdaad, ook binnen de stad zijn er echt wel locaties te vinden die op bouw zitten te wachten. Wat hier niet meewerkt, is dat we een hele sterke focus hebben op de 15 grootstedelijkste gebieden in Nederland. Dat zijn plekken waar het heel erg dicht is al, waar heel moeilijk te bouwen is. Dat zijn complexe plekken. Je ziet ook dat daarvoor een enorme investeringsimpuls nu klaargezet wordt om alle problemen die daar zijn weg te werken. Terwijl wij zien dat we, als we het wat meer spreiden over het land, dan zijn de planprocessen makkelijker. En aan de andere kant zie je dat dat ook weer beter correspondeert met de ouderen die uit hun huis willen en dicht bij hun huis willen komen te wonen. Dus dat zou wel mijn pleidooi zijn. Ander ding, dat is dat er recent onderzoek is gedaan door Follow the Money in samenwerking met de Cobouw. Die hebben in kaart gebracht op basis van big data analyse wat zijn nou de echt harde plannen? Wat is er voor harde plancapaciteit die nu al gerealiseerd is? En wat is nou plancapaciteit die we wel als zodanig in alle visiedocumenten bestempelen, maar die in wezen niet meer is dan 1 zin in een visiedocument, er moet hier eens een keertje over nagedacht worden. Uit mijn hoofd meen ik 36% of 37% van de harde plannen was maar concreet hard en ook echt bestemd. En de rest, dat is ja, boterzacht. En soms niet meer dan alleen maar een ambitie of een leuk ideetje. Daar zit natuurlijk een enorm probleem, omdat we dus allemaal met een andere definitie werken van wanneer een plan hard is. Dus we weten eigenlijk niet waar we het over hebben. En we hebben het ook niet inzichtelijk. Dus ik heb wel eens op sociale media gepleit, laten we nou gewoon alle gemeenten vragen om alle plannen die ze hebben op de website www.hierstaanalleplannen.nl te zetten. En alle planfasen in kaart te brengen met daarbij een stoplicht. En als het balkje langer dan 2 maanden niet beweegt, dan moet het stoplicht op oranje springen en dan moet minister De Jonge de wethouder bellen en vragen waarom beweegt dit balkje niet. Want daar zit volgens mij het probleem dat we niet goed inzichtelijk hebben welke plannen we nou op moeten drukken. Dat was mijn antwoord in het kort.
Ik vond het een heel helder betoog. Even kijken. Ja, daar zijn ook geen vervolgvragen over. Wie mag ik... Gaat u gang. Op het antwoord van nu, meneer De Groot, over goede voorbeelden en succesfactoren. Wat je ziet is wanneer we heel erg het welbevinden van mensen centraal zetten in plaats van de zorg, dan komen we uit tot indicatiedenken. En die goede voorbeelden zijn dan vaak bij maatschappelijke kostenbatenanalyse dat de stelregel is, en dat zien we ook bij een aantal echte maatschappelijke kostenbatenanalyse, dat ongeveer 1 euro investeren in community building ongeveer 4 euro in zorg bespaart. Wanneer je dat wat op wat grotere complexen zet, dan gaat het dus over gigantische bedragen. Alleen het vervelende is dat die zorg wordt gefinancierd vanuit indicaties. En die investering in die communitybouwing, daar hebben we nu nog geen duidelijk financieringssysteem voor. Dus dat is ongeveer wat je daarin ziet. Dus vandaar mijn pleidooi om anders te gaan organiseren. En echt te gaan kijken naar hoe kunnen we nou ook ongeïndiceerde ondersteuning faciliteren. Bijvoorbeeld wat mijn buurman net zei over die algemene ruimtes en over die communitybuilding, het faciliteren van contact. Dat is één. En hoe kunnen we tussen de WLZ en de WMO daarin ook een schuifje maken dat wat je investeert in de WMO eigenlijk ten besparing van de WLZ, hoe kunnen we dat op een andere manier gaan doen? Dus ik hoop dat dat een klein beetje een antwoord is op uw vraag. De heer Boerenfijn, gaat uw gang. Ja, misschien mag ik op dat laatste ook nog even met ervaringen uit de praktijk aansluiten. Wat we zien is dat het zorgkantoor wil natuurlijk heel graag naar de gemeente duwen, de gemeente naar de zorgverzekeringswet. Dus omdat dat niet eenduidig is, zie je dat die, met name die algemene voorzieningen, dat die tussen wal en schip aan het vallen zijn. Nou, wij nemen die nu gewoon mee in de normale exploitatie. Maar ik kan u verzekeren dat dat op de lange duur niet vol te houden is. En het is ook allemaal bij het scheiden wonenzorg natuurlijk uit de WLZ gehaald. Dus het is raar dat het dan in één keer verdampt en weg is. Je zou dat bijvoorbeeld in het wonen gewoon weer terug moeten brengen. In de fysieke kant. Dus vandaar ook in de notitie gepleit heb voor een objectsubsidie op dat punt. En misschien toch ook nog even naar meneer Grimmens. Wij lopen heel vaak toch vast tegenwoordig in de bouwprojecten, regelgeving, omwonenden. Één buurman die iets gewoon 3 jaar tegenhoudt. En de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. Dat soort vreemde ogen dwingen. Ik denk dat dat enorm helpt om lokaal. Ja, ik noem het echt met alle respect voor iedereen lokaal. Maar het lokale geneuzel een keertje uitkomen. Het zou toch wel heel goed zijn als er mensen van naam en faam gewoon van buitenaf zich daar ook eens even tegenaan gaan bemoeien. Ik denk dat dat de grootste wasverzachter is die je kunt verzinnen op dit moment. Dan nog even de vraag van mevrouw De Haan. Wat zijn nou die succesfactoren van mooie voorbeelden? Ja, ik denk toch ontwerpen met die lokale samenleving. Wat willen mensen nou heel graag? Mensen willen niet verhuizen. Dus je moet geen verpleeghuis meer bouwen, maar je moet zorgen dat die woning van die bewoner kan transformeren naar een verzorgingswoning. Zijn woning wordt een verpleegwoning en zijn woning wordt een hospicewoning. En dan vraag je bijvoorbeeld aan een zorgorganisatie, zouden jullie eigenlijk zo kunnen flexibiliseren dat je een soort logistiek bedrijf aan het worden bent? En dan vind je voor die woningen, afhankelijk van de situatie van zo'n bewoner, vind je de oplossing in de financiering. Vind je wel. Dat kan in de zorgverzekeringswet zijn, dat kan in de WLZ zijn, dat kan intramuraal, extramuraal zijn. Dus ik denk vooral heel goed luisteren naar lokaal. Twee, vooral erg disruptief zijn. Als je er niet uitkomt, ook gewoon een keer zeggen, joh, hier staat een streep. We hebben een aantal keren met zorgorganisaties gedaan, die wilden niet mee in die beweging. Nou, dan zeggen wij de huur op van een gebouw. Zetten we een advertentie samen met de bewoners. Wij zoeken een zorgorganisatie die doet wat wij vragen. Ik denk, ja, dat soort simpele voorbeelden. Wethouders die zeggen, goh, het was een verzorgingshuis, dat was maatschappelijke bestemming. Nu wordt het wonen, dan moeten we het over de parkeernorm hebben. En by the way, woonvergunningen en dat soort dingen. Wij verhuren aan, daar moet ik er misschien wel even bij vertellen, die 90% ouder, ik maak me geen illusies, die gaan niet verhuizen. Want die wonen prima, die redden zich wel. Het gaat om die 10% waar op een gegeven moment iets mee gebeurt. Dus de wat kwetsbaardere ouderen. Dan zeg ik vaak tegen zo'n wethouder, ja, weet je, fijn dat die bestemming nog niet op orde is. Lijkt me jouw probleem. Die mensen wonen er inmiddels met een huurcontract. De buurvrouw woont intramuraal. Als je niet bevalt, zet je ze maar op straat, ga je maar handhaven. Nou, in de praktijk gebeurt dat niet. Dus ja, zo simpel kan het ook zijn. Hè? Maar wat je wel moet doen, is zorgen dat je het op de visie eens bent met de gemeente. En daarna al die regeltjes daaronder, daar wordt iedereen knettergek van. Ja, soms moet je ze ook gewoon maar even laten voor wat ze zijn, denk ik.
denk dat dat ook nog wel een belangrijke is. En het, zoals mevrouw Werner zei, goh, is het aantrekkelijk om voor ouderen te bouwen? Ja, wij doen niet anders. Dus, maar volgens mij is het de verkeerde vraag. De vraag is, kun je aantrekkelijk bouwen voor ouderen? Want als je mensen wil bewegen, en ik nodig u graag uit om een keer te komen kijken in Live-In in Hilversum. De bewoners vertellen mij, het is een gebouw wat helemaal leeg was, nieuwe bewoners, die zeggen, goh, we waren al jaren op zoek. En dit is een aantrekkelijk alternatief waar we nou heel graag naartoe willen. En anders krijg je ze niet in beweging. Mensen blijven liever, verschrompelen is niet het goede woord, maar in de wijk hangen. In de wijk hangen, kunnen de trap niet op, dan dat ze gaan verhuizen. Dus kun je iets aantrekkelijks voor ouderen bouwen? Dat is de vraag. En dat, is het aantrekkelijk voor ouderen te bouwen? Ja, die kan ik zonder meer bevestigen. Hartelijk dank. De wethouders hiervoor zijn inmiddels weg. Maar die hebben wellicht uw oproep ook nog wel gehoord. Ik kijk even naar de verschillende leden. Hebben jullie nog vragen? Natuurlijk, mevrouw Werner. U had het net over de verpleeghuizen. Hè? U zei van, we zouden eigenlijk geen verpleeghuizen meer moeten bouwen. Terwijl we hoorden net volgens mij in blok 1 of in blok 2 dat we 50.000 verpleegplekken tekort komen. Hè? Als we kijken naar 2040. Kunt u daar toch nog heel even op inzoomen? Op als het gaat om die verpleeghuizen. Heer Boerenfijn. Ja, ik ben daar zeer uitgesproken in. Ik denk dat in Nederland, we hebben op dit moment kleine 300.000 mensen met dementie. Daar woont minder dan de helft woont in een verpleeghuis. Dat betekent dat het overgrote deel gewoon in de samenleving rondloopt. En ik denk dat als je die variant die ik u net schetste, dan heb je wel een wat grotere locatie nodig, 100, 150 woningen. Waarbij je een zorgorganisatie hebt die zo flexibel is dat ze alle zorg bij mensen thuis brengen in dat gebouw. En iemand komt bij ons binnen met een rollator en een beetje WMO-ondersteuning misschien. Maar krijgt op een gegeven moment iets dat je ook daar de zware zorg bij zo iemand thuis kunt leveren. Dan wordt zijn woning wordt een verpleegwoning. Dan denk ik dat we op dit moment meer dan voldoende verpleeghuisplaatsen hebben. Want verpleeghuisplaatsen zijn ook ongelooflijk ingewikkeld. Duur. Ingewikkeld. Probeer zometeen 50.000 verpleeghuisplaatsen. Nou, als we dat met z'n allen willen financieren, doen we dat wel. Maar waar vind je de verpleegkundigen die daar zometeen de zorg gaan leveren? Het is nu al een probleem. Een verpleeghuisplaats kost €90.000 per jaar. Om u maar even een beeld te geven. Wat wij zien, is dat in onze gebouwen mensen met een zorgzwaartepakket 5 en 7, 7 zware dementie, gewoon in die samenleving, ik dacht dat Alzheimer Nederland er ook een pleidooi voor hield, gewoon in die gebouwen zijn. Je moet alleen niet 100 mensen met een ZZP7 bij elkaar zetten, want dan wordt het weer een verpleeghuis. Maar als je dat een beetje weet te mixen, een soort gouden mix, dan merken wij dat die zorgvraag misschien wel 30-40% afneemt. En mensen dat dus in zo'n omgeving veel langer volhouden. Dus zet vooral in op die lokale plekken en ik noem het flexibel, gestippeld in zo'n gebouw. En niet in die hele dure verpleeghuizen waar je straks toch geen personeel voor hebt. En dan denk ik dat we in 2040, dan zul je, nou pak een beet, 700.000-800.000 mensen met dementie hebben. Dat je dat voldoende hebt opgelost. En met de huidige verpleeghuisbezetting voor de bijzonder ernstige complicaties. En dat zijn mensen die vaak ook gedragsproblemen hebben. Dus multi-problematiek hebben. Dat je daar nog een soort vorm van gespecialiseerd verpleeghuis misschien voor overhoudt. Maar ik zie dagelijks gebeuren dat die gang naar het verpleeghuis echt niet hoeft als je het een beetje slim organiseert. Dan kijk ik nog even naar de gasten. Is er nog iets dat u graag aan deze commissie wil vertellen? Of heeft u alles kunnen zeggen? De heer Boerenfijn. Naar aanleiding van de vraag heb ik eigenlijk nog wel één vraag. U heeft uw voorgangers hebben scheiden wonen en zorg ooit bedacht. Zou het niet eens een aardig idee zijn dat u dat weer eens gaat verbinden? Want ik denk dat wij op lokaal niveau niet anders doen. De financieringstromen zijn uit elkaar gehaald. Maar wij doen niks anders de hele dag dan scheiden en wonenzorg weer bij elkaar brengen. En het zou denk ik een goed idee zijn om met de woordvoerders van beide commissies gewoon eens even te kijken waar gaan we die regelgeving nou eens echt even zo bijveilen en afstemmen dat het een keer gaat werken. Want ja, met alle respect, parkeernormen wonen. Onze bewoners rijden gewoon scootmobiel en rollator. Dus het slaat echt nergens op. Mevrouw De Haan, wilt u daarop reageren als onderdeel van de voorbereidingsgroep?
Ja, daar wil ik graag op reageren. Die handschoen denk ik dat wij die op moeten nemen. Ik wil overigens ook even aangeven dat de voorbereidingsgroep deze ronde tafel heeft georganiseerd. Dank aan de gasten die zijn geweest. Dank ook aan de collega's die hier waren. Dat is heel fijn. Maar dank voornamelijk aan de ambtenaren en de griffie. Die zo ontzettend veel werk hebben gedaan voor ons. Maar het lijkt mij een hele mooie stap voor ons als volgende voorbereidingsgroep. Lucille, om die handschoenen op te nemen. Want ik denk ook dat we inderdaad veel integraler moeten gaan kijken en moeten gaan verbinden. Ja. Kijk ik tenslotte nog even naar de andere heren. De heer Van Rooyen. Ja, ik zou graag nog één ding in willen brengen. Dat had ik in mijn reactie niet meegenomen. Maar ik kwam er pas op omdat ik het in een van de vorige rondes hoorde. Dat is het voordeel als je vroeg komt, dan kan je dat meepakken. Ik heb enige tijd terug op onderzoeksplatform De Correspondent een stuk gelezen van Josta van Boksmeer. Die schrijft over wonen en alle problemen die ze tegenkomt daar. En die schreef daar een pijnlijk artikel over een echtpaar wat in een eengezinswoning had gewoond met twee kinderen. Vervolgens gingen de kinderen uit huis en besloten ze levensloopbestendig op de begane grond een badkamer en een slaapkamer te maken. En dachten ze, nou, daar hebben hierboven altijd twee kinderen gewoond, dus laten we daar dan een appartement van maken. Dan helpen we een beetje mee aan het oplossen van de woningnood. Twee vliegen tenminste in één klap. Daags nadat de studio gemaakt was en verhuurd was, stond er een handhaver van gemeente op de stoep. En die zei, heeft u daar wel een omgevingsvergunning op? Heeft u de brandvoorziening wel geregeld voor dat appartement wat u hierboven gerealiseerd heeft? Mogen we even kijken of u niet in de schuur wel voldoende fietsen kunt plaatsen? Want hoewel er voorheen vier mensen hier woonden en nu maar twee, kunnen er nu niet vier fietsen misschien in die berging? En we willen even weten wat die twee extra mensen op de studio boven gaan betekenen voor het afval wat u gaat produceren en of dat wel uitkomt. Daar moesten ze een gigantische procedure voor in. En in de tussentijd stond daar enkele meters verderop op een veldje een bouwkraan voor starters flexwoningen te realiseren. En de vraag is, hebben we dan als land onze prioriteiten wel op de juiste plek liggen? En dat is ook wat ik bedoel als ik het heb over capaciteitstekort of prioriteitstekort. Diezelfde ambtenaar die al deze controles aan het doen is, ja, die zou ook nieuwe bouwplannen kunnen vergunnen. Wat mij betreft is het om het even. Ik zou u aanraden om het stuk te lezen en om daar vooral iets mee te doen. Dank u wel. Dank voor de suggestie. We zullen de link naar het artikel ook delen met jullie. We zoeken het even op. Ja, kijk ik rond. Nogmaals, heel hartelijk dank ook namens mij. Dank aan de ondersteuning en de voorbereidingsgroep voor het goede werk. En dan wens ik u allen een hele fijne avond.